duidelijk te zien dat Sint-Niklaas, dat het sterk verstedelijkt is, meer hittegolven gaat ondervinden dan bijvoorbeeld Moerbeke. Zeker in de buurt van de Moervaardepressie ga je minder hitte hebben. Dat voor wat hitte betreft. Een ander effect dat de temperatuurstijging meebrengt en het feit dat er minder regen gaat vallen, vooral in de zomer, is dat we dus, we merken enerzijds dat we meer droge dagen gaan hebben, soms ook in het voorjaar. We hebben dat al meegemaakt in 2018, een lang droog voorjaar. We zijn nu ook weer op weg naar een droog voorjaar, als het, deze trend zich verder zet. Het aantal droge jaren gaat toenemen. En in de linker grafiek ziet u dus de droogte uitgezet met als referentiejaar 2017 tot en met 2100. Dat lijkt misschien niet zoveel, maar concreet komt dat ongeveer op een 30% meer droge dagen die we gaan meemaken tegen 2100. En de donkerbruine balk is het Vlaams gemiddelde tegenover het Waas gemiddelde, dus dat volgt ongeveer dezelfde trend. Nu, droge dagen betekent eigenlijk dat we meer risico gaan hebben op verdroging. En verdroging, dat is een fenomeen dat ontstaat als er enerzijds minder neerslag is. En dat ziet u dan in de andere grafiek. De blauwe balkjes geven de hoeveelheid neerslag die zal vallen. En we zien dat die stelselmatig gaat dalen. Dus u ziet het cijfer 195 naar 120 millimeter. En vooral in juni, juli... daalt dat, maar tegelijkertijd zien we dat de hoeveelheid verdamping toeneemt. Dus door de hoge temperaturen zullen in de zomer het enerzijds minder neerslag, anderzijds meer verdamping. En concreet betekent dat dat we verdroging krijgen van de bodem en meer kans op minder waterbeschikbaarheid. Dus de grondtafel, de grondwatertafel, die eventueel ook minder gevoed wordt tijdens die periodes. Of vooral minder waterbeschikbaarheid, zowel in onze waterlopen, ook oppervlaktewater zal uiteraard veel minder beschikbaar zijn. Verdroging heeft ook te maken met de bodem. Hoe kwetsbaarder de bodem, hoe meer risico op verdroging. En het Waasland is zeer kwetsbaar voor verdroging. En dat heeft te maken met de bodemstructuur van het Waasland. Op deze kaart ziet u zeer goed dat de lichtoranje kleur geeft aan dat het Waasland gevoelig is voor droogte. En het gele geeft zelfs aan dat het zeer gevoelig is voor droogte. Dus we krijgen ongeveer de helft van het Waasland is echt gevoelig voor verdroging en voor droogte. En dat heeft natuurlijk te maken met de bodemstructuur in het noorden van het Waasland. Zien jullie de dekzand terug, die begint in Maldenhem en overgaat tot in Stekenen. Dat is een typische bodemstructuur die eigenlijk heel zanderige structuur heeft. Dus een zandbodem, waardoor daar eigenlijk het water wel makkelijk infiltreert. Dat wel, maar de bodem zelf zeer gevoelig is voor verdroging. Hetzelfde voor het middenstukje van het Waasland, het land van Waas, is ook een bodemstructuur die gekenmerkt is door zandbodems en uitermate gevoelig is voor verdroging. De groenere stukken, dus waar dat Westmünster een stukje en Temse en dan ook nog Kruibeke, daar hebben we zandleembodems die minder gevoelig zijn voor verdroging en heeft ook een stukje te maken met de aanwezigheid natuurlijk van de waterlopen daar in de buurt. De Moervaarddepressie, dan in de buurt van Moerbeke, zie je is ook groen, minder gevoelig voor verdroging. Maar globaal gezien is het Waasland wel gevoelig voor verdroging. Dus dat wat droogte betreft. Het andere uiterste is natuurlijk meer wateroverlast, meer overstromingen, zowel vanuit neerslag die valt. Ze noemen dat dan de pluviale overstroming, maar even goed, door aanhoudende regen kunnen ook waterlopen overgaan. En dus de hoeveelheid overstroombaar gebied gaat toenemen. En dit grafiekje duidt dat aan. Het huidige klimaat is de blauwe lijn. En als we naar het hoogimpact scenario gaan, dus het worst case scenario, dan zien we dat ongeveer 7000 hectare gebied zal overstromen als we de zaken laten gaan zoals ze nu volop doorlopen. Onderbreek mij gerust als je vragen hebt. Voilà. Nu, in een notendop samengevat, wat zijn de belangrijkste impact voor het Waasland? Wat brengt dat teweeg? We gaan meer hittegolven
krijgen. Dat betekent dus dat we vooral in steden er meer echt hittestress zal gevoeld worden. Die vooral kwetsbare groepen, jonge kinderen tot 0 en van 0 tot 4 jaar, maar ook oudere mensen vanaf 65 jaar, zijn daar echt kwetsbaar voor. Men heeft al gezien dat er een oversterfte is, onder andere door hartproblematiek. Tijdens de hittegolven die we al gehad hebben, heeft men eigenlijk al oversterfte gezien omwille van hitte, dus gekoppeld aan hittegolven. Maar een ander effect is de toename van recreatiedruk op onze natuur. We hebben nu al gemerkt door corona, maar ook bij hitte gaan mensen die eng behuisd zijn, geen verkoeling hebben, dicht bij huis, gaan natuurlijk de domeinen gaan opzoeken die er beschikbaar zijn, de natuur opzoeken. En dan krijg je dus ook massaal druk op die natuurgebieden. Dat is een ander effect, een andere impact die we gaan ondervinden. Nu, grote impact van verdroging zal ons ook vooral treffen. Onze natuur, dat zien we nu ook al. Westmünster misschien en Temse in iets mindere mate, maar we zijn gemeenten, Stekenen, Beveren, Moerbeke, waar de naaldbomen, de bosbestanden, vooral dan de grove den en de fijnspar, massaal afsterven. Wellicht zien jullie dat in je eigen gemeente ook, dat er dus stukken zijn die echt massaal afsterven. En dat heeft te maken met het feit dat die bomen door de droogte niet meer bestand zijn voor een aantal ziekten, zoals de parasieten eigenlijk. Een aantal parasieten die ze gevoelig maken en waardoor dat die bomen echt massaal afsterven. De letterzetter is één van de parasieten, maar het zijn er meerdere. Een ander effect is vooral niet alleen bomen die gaan afsterven, maar tegelijkertijd, en het Waasland heeft hele mooie valleinatuur, langs de Durme, langs de Schelde, maar evengoed langs de Moervaart. Die valleinatuur, dat is natte valleinatuur, is zeer gevoelig voor verdroging. Als je jaren aan een stuk een grondwatertafel hebt die eigenlijk te laag komt om de natuur nog een stuk, die dus gevoelig is dan voor droogte, om die te voeden, en bij aanhoudende droge periodes gaat die natuur een stuk verdwijnen. Als we die niet gaan beschermen, gaat die een stuk verruigen, komen er andere planten in de plaats. We merken ook dat er eigenlijk bij aanhoudende droogte meer algenbloei gaat zijn in waterpoelen, die anders iets minder gevoelig zijn voor algen. Dat is iets dat we nu al meemaken. Dat hebben we mogen ondervinden in Sint-Niklaas in het Ster, in het stationspark in Lokeren. En er zullen wellicht nog andere poelen, vijvers, plaatsen zijn waar algenbloei zich voordoet. Niet alleen de natuur is gevoelig voor verdroging, maar ook natuurlijk landbouw. Landbouw zal op twee manieren geïmpacteerd worden, zowel door de hitte. We merken eigenlijk dat landbouwers nu al hun vee moeten beschermen voor hitte. Vooral biggen zijn gevoelig voor pluimvee en biggen. Maar koeien. Als koeien te lang hitte ondervinden, gaan zij ook minder melk geven. Dus er zal ook minder melkproductie zijn. En uiteraard moeten landbouwers dan ingrepen gaan doen, zoals meer ventileren, aangepast voedsel voor de dieren. Dus dat jaagt natuurlijk de landbouwer ook op kosten. Dus ook daar zien we dat er nu eigenlijk al, dat hebben we de voorbije 4 droge jaren al mogen ondervinden. Waterschaarste leidt ook tot inkomstenverlies in de fruitteelt. Was blijkbaar in 2017 en 2018 vooral in Sint-Gilles-Waas merkbaar. Dus daar heeft men echt wel gezien dat. Dat heeft dan dikwijls ook te maken met de droge voorjaren. Die zorgen dat dus de fruitbomen naar bloesem. Gevoeliger zijn eigenlijk voor die droogte. Het fenomeen zal ook nog meer en meer moeten onderzocht worden om te kijken van hoe kunnen we eigenlijk die landbouw een stuk gaan beschermen, hoe kunnen we bijvoorbeeld teelten een stukje opschuiven, rekening houden met die droge periodes. Ook daar staan we echt voor grote uitdagingen. Ja, en zoals ik daarnet al zei, lokaal neemt verzilting toe. Dat heeft vooral te maken met die gebieden waar dat er, vooral langs de Durm en de Schelde, waar dat er nog getijdenwerking is en waar dat er eigenlijk op momenten dat er
minder zoet water aangevoerd wordt vanuit de waterlopen, dus uit de andere richting komende vanuit de waterlopen, gaat er dan natuurlijk op een bepaald moment meer druk ontstaan, waardoor dat er meer zoutwater ook landinwaarts te merken zal zijn. En dat sommige waterlopen, die soms een keer gebruikt worden om eventueel in tijden van droogte water te gaan capteren en te gaan bevloeien of beregenen, ja, dat men daar met captatieverboden zal moeten werken, hebben we trouwens ook moeten doen de voorbije jaren. Dat voor dus verdroging, maar overstromingen gaan uiteraard ook ons deel zijn bij hevige regenval. En overstromingen kunnen, hevige regenval kan zowel overstromingen vanuit waterloop teweeg brengen, zeker als we dagen aan een stuk regenval hebben. Maar tegelijkertijd ook vanuit riolering merken we dat onze riolen het water niet meer kunnen slikken. En dan krijgen we eigenlijk vanuit de riolen wateroverlast. Met alle gevolgen van dien, ook voor de natuur, want daar komen we dus eigenlijk met gecontamineerd water dat dan eigenlijk onze natuur een stuk bezoedelt. Dat allemaal in een notendop, dat zijn de belangrijkste impacts voor het Waasland. Voilà. Dat voor wat risico's en kwetsbaarheden. Ik heb het nu echt wel in een notendop samengevat. Maar als jullie interesse hebben, zou ik jullie gewoon aanraden, al was het maar de synthesebrochure een keer te lezen. Er valt ook heel veel over te vertellen. Maar dat is het belangrijkste voor de risico's. En dan wil ik eigenlijk vooral langer stilstaan bij het adaptatieplan zelf. Oké, als er tot nu toe geen vragen zijn, dan doe ik gewoon verder. Prima. We hebben dus gevraagd aan Sweco om op basis van het verhaal dat ik daarnet deed, om te gaan kijken van hoe kunnen we dan ons een stuk voorbereiden? Hoe kunnen we ons voorbereiden op die hitte? Hoe kunnen we ons voorbereiden op wateroverlast? En dan op een stukje verandering voor de aantasting van onze biodiversiteit. Dat zijn een aantal zaken waar we echt ook werk van zullen moeten maken. En daar hebben ze dus een plan voor opgemaakt. En dat is ook een lijvig document geworden. Maar het belangrijkste is om te onthouden dat we eigenlijk 6 kapstokken hebben binnen dat plan. En dat zijn de kapstokken die we gaan moeten uitwerken. Dat zijn strategische doelstellingen. Ik ga ook niet de tijd hebben om al die strategische doelen, alle maatregelen die eraan gekoppeld zijn, met jullie te overlopen. Ik ga er hier en daar eentje uithalen. Maar weet dat dit de kapstokken zijn en we gaan ze eigenlijk allemaal moeten aanpakken. Het is niet zo dat we kunnen zeggen van ja, we gaan enkel inzetten op die bossen beschermen en dan zijn we er. Nee, we gaan ze echt allemaal moeten aanpakken. Nu, ze zijn allemaal vertaald in maatregelen. En misschien voor alle duidelijkheid, dit is een regionaal adaptatieplan. Dus de maatregelen die we nu vermelden, dat zijn regionale maatregelen. Maar dat betekent dat die maatregelen ook lokaal moeten uitgevoerd worden. En daar is dan de bedoeling dat het lokaal verfijnd wordt en bekeken wordt van wat is voor ons het meest nuttige om te doen, welke maatregel is voor ons interessant en treft ons het meest of moeten we eigenlijk zwaar gaan op inzetten lokaal. De strategische doelstellingen zijn dus vertaald in maatregelen. En we hebben ook gekeken naar maatregelen die het liefst eigenlijk inwerken op zoveel mogelijk klimaateffecten, risico's en kwetsbaarheden. Dat zijn de beste maatregelen. Degenen die eigenlijk zowel een stuk op hitte inzetten, maar evengoed op verdroging en evengoed op wateroverlast. Omdat ik niet de tijd heb, heb ik enkel een paar maatregelen eruit uitgehaald. Een van de maatregelen bijvoorbeeld is het vertragen of stoppen van bijkomend ruimtebeslag. Dat is zeer cruciaal in heel dat verhaal. We gaan eigenlijk, om wateroverlast te vermijden, terug ruimte moeten geven aan water. Onze waterlopen, onze beken, en dat gaat dan niet alleen over de Schelde en de Durmen, dat gaat ook over de kleine waterlopen, gaat terug ruimte moeten krijgen. Tegelijkertijd gaan we ook niet alleen waterruimte, we gaan ook die ruimte moeten vergroenen. Dus we gaan minder ruimte moeten in beslag nemen. Niet alleen om water te kunnen opvangen, water te infiltreren, maar ook om hitte te vermijden. Dus we moeten niet, eigenlijk mocht het in het ideale scenario, zouden we nergens niet meer ruimte mogen extra innemen. Ik zeg het is wel het ideale scenario. En de betonstop is wel afgekondigd, maar we weten ook dat die betonstop geleidelijk aan uitgevoerd wordt tegen 2040.
Maar eigenlijk in het ideale scenario zouden we vanaf vandaag geen ruimte meer mogen innemen. Nu, wat is de rol van de gemeente? Want daarvoor zitten we dan hier vandaag. Uiteraard, zo'n regionaal plan is maar belangrijk bij de gratie van ons allemaal, van alle gemeenten die daar een stuk aan meewerken. En omdat ik het daarnet had over ruimtebeslag inperken, het is belangrijk om te weten van hoe gaan we de ruimte die we hebben, hoe gaan we die zo goed mogelijk inzetten? Dus eigenlijk moeten we nu, als er bijvoorbeeld, ik weet niet hoe dat het voor jullie gemeente is, als er woonuitbreidingsgebieden nog beschikbaar zijn, is het heel goed om na te denken van waar willen we nog uitbreiden en waar willen we dan niet? En belangrijk is vooral, ik zeg niet dat er nu niks meer bij kan mag komen, maar het belangrijk is vooral dat er een visie is van waar gaan we het wel doen en waar gaan we het niet doen. En als gemeente kan je daarin het goede voorbeeld geven om zelf eens te gaan kijken hoe kunnen we, en ik zeg wel, dat zal niet de enige oplossing zijn. We gaan de burgers ook mee moeten betrekken. We gaan ook bedrijven moeten meenemen in dat bad. Maar we zouden bijvoorbeeld als gemeente ook gaan kijken naar Wegenis. Waar is Wegenis nog nodig? Waar is Wegenis zo breed nodig? Waar kunnen we eventueel Wegenis gaan ontharden of op een andere manier wegen gaan aanleggen? Dat zijn een aantal voorbeelden. Ik ga dat een beetje iets duidelijker maken. We hebben aan Sweco bijvoorbeeld ook gevraagd, geef ons de mogelijkheid om te gaan kijken waar kan je ontharden. En Sweco heeft een onthardingskansenkaart gemaakt, dus een potentieel om te ontharden. Dit is een kaart van de regio, maar je kan tot op statistische sector gaan downschalen, of, zoals je dat noemt. Dus eigenlijk gaan neerschalen. Zodanig dat je echt ook voor je eigen gemeente gaat kunnen zien waar liggen daar nog kansen om te gaan ontharden. Dus hier zie je vooral de donkerrode plekken. Is verharding die er nu is op privaat terrein. En je ziet uiteraard de bedrijventerreinen, de hoogte van Beveren en zo. Dus dat kleurt diep rood, dat is op privaat terrein. Het gele is ook privaat terrein. En de donkere zijn donkere en oranje zijn de publieke terreinen waar je nog kan gaan ontharden. Maar dus dit kaartje geeft natuurlijk niet zoveel voor jullie eigen gemeente, maar jullie kunnen deze kaarten, zijn GIS-kaarten, die dus ook beschikbaar zijn, kan die gaan neerschalen tot op statistische, dus een heel lage sector, zodanig dat je ook voor je eigen gemeente daar zicht op hebt. Nu, wat kan je doen als gemeente? Welke mogelijkheden heb je? Ik heb begrepen dat dit de commissie ruimte is, dus jullie zijn vertrouwd met die instrumenten, misschien beter dan ik. Je hebt verschillende mogelijkheden, hè? Een beeldkwaliteitsplan, een ruimtelijke visie, een ruimtelijk uitvoeringsplan, bouwvoorschriften enzovoort. Dit is een voorbeeld van een bouwvoorschrift. Het is uit het Gentse, maar eigenlijk is het toepasbaar overal. Het is een bouwvoorschrift dat men tegelijkertijd gekoppeld aan handhaving in Wondelgem, waar men een nieuwe wijk ontwikkeld heeft en waar men dus eigenlijk gezegd heeft van de voortuinen mogen nimmer verhard worden. Dus tot 60% groen moet er aanwezig zijn in die voortuinen, maar ook dus de aanplanting in de achtertuinen moest groen zijn. En men heeft dus eigenlijk 80 gezinnen in dit geval terug moeten de voortuinen opbreken om de nodige groenvoorziening aan te brengen. Dit is een voorbeeld. Uiteraard voor elke gemeente is dat, kan dat iets anders zijn, maar dat is er zijn instrumenten om dit eventueel mogelijk te maken. Een nog extremer voorbeeld is het project Ombeekhoven in Gent, waar men eigenlijk een RUP heeft. In Gent heeft men voor de verschillende deelgebieden van de stad RUPs opgemaakt, maar in afwijking van het bestaande RUP heeft men eigenlijk voor deze specifieke wijk het bouwreglement zo opgemaakt dat er eigenlijk geen opritten meer mogen zijn. Dus men heeft eigenlijk verboden dat particulieren een oprit hebben voor hun deur. Het enige dat ze nog mogen is eigenlijk enkel één strook naar hun voordeur. Dus geen autostaanplaatsen zijn er voorzien binnen die wijk. Er is wel parkeergelegenheid, maar aan de rand van de wijk, maar niet binnen de wijk zelf. Dus het gaat hier wel in dit geval om nieuwbouw natuurlijk, en kan je dat dus ook opleggen. En de mensen dus hebben enkel één bandenstrook, dus echt één strook om naar de voordeur te gaan. Dit is dan wel echt al een stuk een verregaand voorbeeld, maar er zijn veel mogelijkheden tussenin.
Dus ja, gewoon om aan te geven dat je als gemeente wel degelijk instrumenten hebt, zeker ruimtelijk instrumentarium. Terwijl dat ik daar nu toch over bezig ben, misschien weten jullie dat. Het is zo dat we binnen de provincie een tool aangemaakt hebben waar we gaan kijken zijn welke ruimtelijke instrumenten zijn er allemaal beschikbaar om die je als beleid kunt inzetten. En we hebben daar een inventaris van gemaakt en daar ook aan gekoppeld aan goede praktijkvoorbeelden, zodanig dat jullie ook kunnen zien hoe passen we die instrumenten toe elders bij andere gemeenten. Dus we hebben die tool vorig jaar al een keer voorgesteld, maar corona kwam ertussen, dus we zullen wellicht nog eens een keer die tool een opleiding geven. En dat was dan vooral bedoeld voor omgevingsambtenaren, mensen die eigenlijk dag in dag uit met dat ruimtelijk instrumentarium bezig zijn. Dit is een voorbeeld van verharding op wegen. Ik zei daarnet, als gemeente zou je kunnen het goede voorbeeld geven en zeggen van kijk, we gaan binnen onze gemeente kijken waar is verharding echt nodig. Sommige plaatsen heb je wel verharding nodig, omwille van de mobiliteit die daar nodig is. Maar op sommige plaatsen kan het zijn dat je zegt nee, dit hebben we niet nodig, zo breed hoeft die baan niet te zijn. En dit is een voorbeeld waar je dus eigenlijk alle functies combineert. Je hebt een voetpad voor je voetganger, je hebt parkeergelegenheid en je hebt een autoweg. Maar belangrijk in dit voorbeeld is dat er nagedacht is over groen. Want het blijkt dat echt aanwezigheid van bomen al voor een stuk verdamping kan zorgen en tegelijkertijd afkoeling. Maar nog belangrijker is dat als er piekbuien zijn, dat dat water kan afgevoerd worden en tijdelijk geïnfiltreren. Bufferen kan je niet echt, je kunt niet maximaal bufferen, want daarvoor zou het wat groter moeten zijn. Maar je kan wel tijdelijk het water laten infiltreren. En als je dan onder je weg ook zorgt voor maximale infiltratie, kan dat water eigenlijk zelfs nog beter opgevangen worden. En dat is wat we gaan moeten doen in tijden van overlast van water in de winter. Idealiter zouden we in de winter water moeten kunnen maximaal laten infiltreren en bufferen om in tijden van droogte dat water te kunnen gaan aanspreken. Een ander voorbeeld, dit is nu Wegenis. Iets dat al bestaat en dat is in Wetteren heeft men een voetpadenreglement. En daar is men als gemeente gaan nadenken, waar moeten onze voetpaden verhard zijn? Dat kan zijn omwille van, zeg maar, een rolstoelgebruikers die daar moeten. Ja, een wijk waar je zegt, ja, we hebben hier heel wat mensen die echt moeten een voetpad hebben. Maar er zijn veel plaatsen binnen gemeenten waar je dat voetpad verhard niet nodig hebt. Je hebt misschien wel een voetpad nodig, maar geen verhard voetpad. Of een semi-verhard voetpad. Dus er zijn heel veel dingen mogelijk, maar we moeten gewoon goed nadenken hoe dat we het aanpakken. Dat kan een voorbeeld van een speelplaats. Zo kan het, maar het kan ook zo. Deze speelplaats is heraangelegd. Men heeft maximaal de stenen eruit gehaald en gaan vergroenen. Je kunt daar heel ver in gaan. Dat is ook een voorbeeld. Dat zijn allemaal voorbeelden waar dat de speelplaatsen onthard zijn. Er zijn dus eigenlijk nog veel mogelijkheden om te ontharden. Een speelplaats die onthard is, is niet alleen interessant voor ons klimaat, maar heeft ook, en dat is wetenschappelijk bewezen, heeft eigenlijk ook veel goede voordelen voor de kinderen zelf. Zowel naar pestgedrag, luchtkwaliteit enzovoort enzovoort. Dus ik heb niet de tijd om er diep op in te gaan, maar het is niet alleen goed voor ons klimaat, het is ook goed voor onze kinderen. De tweede strategische doelstelling, ik zei het daarnet was het van, hey, we moeten ontharden, ruimte mogelijk maken, maar we moeten ook ruimte geven aan water, ruimte creëren voor water. En daar gaan we ook echt massaal moeten op inzetten. Vooral omdat het wasland echt droogtegevoelig is. Willen we de landbouw nog een kans geven, willen we onze natuur nog beschermen in het wasland, zeker die specifieke natte natuur, gaan we dingen moeten doen. Een aantal van die maatregelen gaan we op regionaal niveau moeten doen. En een aantal maatregelen zullen we eigenlijk ook lokaal moeten vertalen. Een van de maatregelen die we gaan moeten doen op regionaal niveau is bijvoorbeeld onderzoek naar efficiënter pijlbeheer in valleigebieden. Gaan kijken waar kunnen we met pijlgestuurde drainage maken dat die valleigebieden ook in tijden van droogte toch nog voldoende waterbeschikbaarheid hebben. Bij de landbouw juist hetzelfde. Hoe kunnen we bij de landbouw maken dat er
ook systeem van pijlgestuurde drainage is een van de mogelijkheden om te gaan kijken dat we het water van de grachten niet te snel gaan laten afvoeren. Nu wordt het water nog al te vaak veel te snel richting waterloop gestuurd om rapper te kunnen telen natuurlijk. In plaats daarvan moeten we naar systemen gaan zoeken om het water op het landbouwgebied zelf te kunnen vasthouden. Ik weet, ik trap hier een open deur in, dat is geen gemakkelijke oefening. Het verhaal landbouw-natuur is niet altijd een gemakkelijk verhaal, maar ook daar, landbouw en natuur gaan elkaar moeten vinden om dit klimaatprobleem te gaan kunnen oplossen. Anders is eigenlijk onze landbouw ook ten dood opgeschreven. Behouden en versterken van natte valleinatuur is geen opdracht enkel voor Temse of voor Westmünster of voor Kruibeke. We gaan daar allemaal samenwerk van moeten maken. Want die natte valleinatuur is gebonden aan onze waterlopen. Dus ook we gaan samen moeten werken om dat een stukje mogelijk te maken. Wat jullie wel als gemeente kunnen doen, is afkoppelen van regenwatervoer stimuleren. Nu, ik vermoed dat dat een van de maatregelen die in het Hemerwaterplan zeker moeten opduiken. Hè? Dat zou er moeten in staan. Afkoppelen van regenwater, dat is een maatregel die we naar burgers toe kunnen stimuleren. De gemeenten kunnen alvast proberen inwoners en bedrijven stimuleren om regenwater actief te gaan afkoppelen. En waarom is dat belangrijk? Dat is vooral belangrijk om als er massaal water valt, moet dat water ergens naartoe kunnen gaan. En om te vermijden dat daar de riolen, die het soms nu al niet kunnen slikken, overbevraagd worden, is het goed om eigenlijk de riolen ook een stukje tijdelijk, want je kunt dat afkoppelen natuurlijk, heeft ook zijn grenzen, maar kan je toch wel tijdelijk water ter plekke laten infiltreren. Voorbeelden van afkoppelen, nu daar kunnen burgers zeker een steentje toe bijdragen. Iedere burger zou in principe die nu nog zijn regenwater gewoon naar de riool laat gaan, zou eens moeten nadenken van hoe kunnen we onze regenpijp afkoppelen. Want dat zijn geen grootse ingrepen, geen dure ingrepen. En we moeten niet allemaal vijvers gaan uitgraven. Soms volstaat het om het water naar een plek te laten gaan waar je zegt, daar kan het eigenlijk geen kwaad. Ik heb daar geen kippen lopen of mijn moestuin komt niet onder water te liggen. Daar mag dat water rustig zijn gang gaan. Natuurlijk, daar mogen geen stenen liggen. Dan moet er gras liggen of iets anders. Dus zodanig dat dat water kan infiltreren. Heb je iets meer ruimte en wil je het iets grondiger aanpakken, dan kan je een put uitgraven, een waddy uitgraven, een vijver uitgraven en het water ook nog een kans geven om nog iets langzamer te infiltreren. Dan ga je het tijdelijk bufferen en dan de kans geven om langzaam in de grond te sijpelen. En als we dat massaal met alle burgers zouden doen, dan krijgen we eigenlijk toch, ik ga niet zeggen dat we daarmee alleen het grondwaterpeil in stand gaan kunnen houden, maar het zou toch al een stap in de goede richting zijn. En zeker ook om wateroverlast te vermijden, zowel op riool als op de waterloop. Maar vooral voor riooloverstromingen. Dat voor wat water, ruimte voor water creëren. We gaan wateroverlast krijgen, maar we gaan ook hitte krijgen. Hitte zal dus zeker ook zich meer en meer voordoen. En ook leuk dat we het misschien vinden dat we een Middellandse zeeklimaat krijgen binnen dit en zoveel jaren. Er zijn ook neveneffecten aan hitte. Hitte betekent dat we ook problemen gaan ondervinden bij het wonen, maar ook bij het werken. Vandaar dat het ook belangrijk is om te gaan kijken hoe kunnen we ons wapenen tegen hitte. En het belangrijkste dat we als burger kunnen doen, is vooral ons huis isoleren. Actief isoleren. Maar als gemeente kan je natuurlijk je burgers daar een stukje helpen, maar vooral door te gaan sensibiliseren. En een van de maatregelen die dan vooral op regionaal vlak zal gebeuren, is gaan kijken hoe we binnen een gemeente stedelijk groen kunnen gaan voorzien. Dat is iets dat we op regionaal niveau kunnen bekijken, om jullie daar een stukje bij te helpen. Maar ook, hoe kunnen we burgers stimuleren om meer groen te creëren? Zodanig, hoe minder stenen, hoe meer verkoeling, hoe meer, minder hitte dat we vasthouden. De rol van de gemeente is belangrijk om te gaan in tijden van
hittegolven moet je een plan klaar hebben. Je gaat dus een hitteactieplan moeten opmaken. Dat is dan eigenlijk, ja, op het moment dat het echt nodig is, dat is dan curatief, zoals ze dat noemen. Maar belangrijker is om preventief ook dingen te gaan doen. Dat behalve communiceren naar uw burgers op het moment zelf, is het ook belangrijk om vooraf te gaan communiceren en uw burgers te sensibiliseren om maatregelen te nemen bij hitte. Voorbeelden daarvan naar burgers toe is eigenlijk een groen dak. Een groen dak heeft het voordeel dat het een stuk meehelpt voor de natuur, want je gaat daar een stuk biodiversiteit. Ik ga niet zeggen dat dat de grote winst is op vlak van biodiversiteit, maar een groen dak heeft toch wel al een stuk voordelen op vlak van natuur, maar het helpt ook voor verkoeling. Dus vandaar dat het naar burgers toe interessant is als ze een mogelijkheid hebben om hun dak te vergroenen, om dat zeker te stimuleren, zeker bij nieuwbouw, omdat je dan ook bij je dakstructuur daar kunt rekening mee houden. En als je zonnepanelen legt, het is zelfs een voordeel om en een groen dak en zonnepanelen te hebben. Want je zonnepanelen brengen meer op als er een groen dak onder ligt, omdat bij hitte gaat de winst die je creëert met zonnepanelen lager liggen door tot een bepaalde temperatuur. Nu is het ideaal om zo'n energie te hebben. Maar vanaf een bepaald moment gaat die winst dalen. En dan kan je een stukje opvangen met het aanleggen van een groen dak. Dus dat is een voordeel. Nu, deze kaart is aangemaakt door Sweco en is bedoeld om een idee te geven waar liggen er nog daken die kunnen vergroend worden en is er ook potentieel. En natuurlijk, hier kijkt men vooral naar het soort dak. Je moet een zekere helling hebben om te kunnen voor zonne-energie dan, maar voor te kunnen vergroenen moet je natuurlijk een dakoppervlak hebben. En de donkergroene plekken, dat zijn eigenlijk die daken die verhard zijn en die momenteel eigenlijk niet vergroend zijn. En uiteraard, je ziet de haven daar een stuk, de bedrijventerreinen hebben heel veel dak dat eventueel kan vergroend worden. Maar ook tegelijkertijd het dak om water eventueel ook een stuk te kunnen opvangen en eventueel ook te kunnen inzetten. Dus de groene plekken en de lichtgroene is 30-50% kans om te gaan vergroenen. En zo kan je ook dieper gaan inzakken en gaan kijken voor uw gemeente waar liggen kansen om te gaan vergroenen. Dat is een voorbeeld van groendak. De bedoeling is vooral eigenlijk om uw burgers daar te gaan sensibiliseren om die dingen mogelijk te maken. Maar groen hoeft niet alleen op platte daken. Groen kan eigenlijk ook opgaand groen zijn. Waarom geen parkeertoren met groen bekleden? Waarom grote warenhuizen met groen bekleden? Er zijn appartementsgebouwen. Wij hebben niet die traditie, maar in het buitenland worden heel vaak appartementsblokken vergroend. Dat oogt niet alleen mooier, het zorgt ook voor een verkoelend effect. Zeker in steden gaat dat voor een verkoelend effect zorgen. En tegelijkertijd, niet onbelangrijk, het filtert ook een stuk vuiligheid, want is dat lichtvervuiling? Het moet luchtvervuiling zijn. Niet lichtvervuiling, maar luchtvervuiling. En zoals jullie misschien vanavond in het nieuws gehoord hebben, morgen mogen we maar 90 rijden op de autosnelwegen, want onze lucht is dus blijkbaar, we hebben de grens al bereikt voor fijnstof. Groen is heel belangrijk, ook in het kader van fijnstof. Dat voor wat hitte betreft. Het verhaal rond natuur, ik ga daar weinig over zeggen. Ik heb daar net al heel uitgebreid het belang van het beschermen van onze natuur. Maar misschien iets wat ik daar net iets minder op ingegaan ben. Het is niet alleen belangrijk dat elke gemeente daar, of moet ik het zeggen, dat we daar ieder op zijn eilandje gaan werken. Nog belangrijker voor onze dieren is het dat we de natuur gaan verbinden. We moeten niet alleen kleine, wat dat niet onbelangrijk is, kleine percelen natuur zijn zeer belangrijk, onder andere voor hitte. Maar het is heel belangrijk dat we die stroken natuur gaan verbinden. We moeten groen-blauwe netwerken gaan creëren. Niet alleen groene bossen, natuurgebieden, maar ook onze waterlopen met elkaar verbinden. Dat is zeer belangrijk voor de fauna. Dieren hebben ruimte nodig om te kunnen voortbestaan. Dus we gaan de bestaande kernen moeten
aansluiten, aan elkaar doen sluiten. En daar kunnen jullie wel een belangrijke rol in spelen, want elke gemeente heeft een stukje natuur en eigenlijk zouden we samen moeten gaan kijken hoe kunnen we die natuur gaan verbinden. En daar kunnen we als regio, ook als provincie, een belangrijke rol in spelen en ook Vlaanderen. Het Sigma-plan heeft ook een stuk de verantwoordelijkheid om daar ook aan mee te werken. Dus eigenlijk moeten we daar op alle niveaus samenwerken om die groen-blauwe assen mogelijk te maken. Een voorbeeld van bij de gemeente is bijvoorbeeld ook kijken, nu liggen er braakliggende terreinen die eigenlijk niet benut worden. Kunnen we die eventueel ook, al was het maar tijdelijke natuurinvulling geven? Niet onbelangrijk, omdat voor dieren is het soms echt belangrijk dat ze stapstenen hebben om van het ene terrein naar het andere te geraken. Soms kan een braakliggend terrein, die je invult als natuur, kan soms al ook een stap zijn om te gaan kijken van, biedt dit mogelijkheden of niet? Dus gewoon om eens bij wijze van experiment. Ja, er zijn veel mogelijkheden. Jullie hebben veel instrumenten om dat te doen. Is de bestaande grachten en waterlopen, de trage wegen die we hebben, kleine landschapselementen, alles wat dat er nu al is, nog meer gaan beschermen en nog meer inzetten. Trage wegen zijn zeer belangrijk geworden. We hebben dat ondervonden in coronatijd. Mensen herontdekken eigenlijk die wandelpaden. Dus het is ook veel fijner om langs een mooi wandelpad met kleine landschapselementen, die knottenwilgen die we vanuit de middeleeuwen al hadden, die zouden we eigenlijk terug moeten kunnen herwaarderen. Bossen beschermen, daar ga ik ook niet lang bij stilstaan. Het is zo, voor de bossen is het eigenlijk te laat al, vooral de naaldbossen. Dus wat gaan we moeten doen? Die bossen moeten we gaan omvormen. Dus de zieke bossen, die moeten we massaal gaan... ze zijn al gevaarlijk, ook gewoon al om verschillende redenen moeten die bossen weggehaald worden. De zieke bossen moeten opgeruimd worden. Die moeten terug hervormd worden. En we moeten gaan naar bossen die klimaatrobuust zijn. En tegelijkertijd de plekken die er al zijn van bos moeten we gaan uitbreiden. Maar we moeten, als we nu bossen uitbreiden, ook ver genoeg kijken. We moeten kijken naar klimaat die verandert. Dus de bomen die we nu planten moeten klimaatbomen zijn. Dat moeten klimaatrobuuste bomen zijn. En we hebben gelukkig al een samenwerkingsverband op regioniveau met een aantal gemeenten. Moerbeke, Stekene, Sint-Niklaas, Sint-Gilles-Waas. We hebben een aantal gemeenten waar de bossen al getroffen zijn, hebben hun schouders daaronder gestoken. Samen met de bosgroepen gaan we dus een aantal bossen, zijn we nu al volop bezig met op te ruimen en opnieuw aan te planten. Maar jammer genoeg, dat is niet genoeg. We moeten nog veel, veel meer doen. Hè? Dat voor wat bossen betreft, en wat kunnen jullie natuurlijk doen, is 1. Bos bijplanten, uitbreiden, zelf als gemeente of uw particulieren proberen mee te krijgen. Particulieren, dat doe je dan via de boseigenaars. De bosgroepen kunnen jullie daar zeker bij ondersteunen. We gaan zelf ook vanuit de provincie, maar ook vanuit Interwaas, gaan wij proberen om daar ook een rol in op te nemen. Zo plannen we binnenkort een vorm naar de groendiensten van elke gemeente om te gaan kijken van hoe doe ik aan correct groenbeheer, vooral naar die klimaatbomen, maar ook naar de boseigenaren. Gaan we ze een beetje mee proberen nemen in dat verhaal, om hen een stuk mee te geven van als je nu een nieuw bos aanlegt, wat moet je doen, welke bomen moeten daar komen en hoe ga je dat dan ook op termijn correct gaan beheren. Want het zal niet volstaan om nieuwe bomen aan te planten, we moeten ze ook op de juiste manier beheren. Voilà, en dan kom ik aan de laatste doelstelling, de ondersteuning van dat lokaal beleid. Dat is een uitdaging voor de regio, voor ons allemaal, voor de provincie, voor Interwaas, maar ook voor andere belangrijke stakeholders, Aquafin, Vlaanderen met het Sigma-plan. Vlaanderen is ook op andere vlakken hier bezig in de regio. Het havenbedrijf, Natuurpunt. Alle partners die eigenlijk een rol spelen in dit verhaal moeten samenwerken. We zullen het gewoon samen moeten doen. Willen we dit immens probleem kunnen aanpakken. En uiteraard willen we, waar het mogelijk is vanuit de regio, gaan kijken hoe dat we dat samen met jullie kunnen doen. En wat betekent dat dan concreet voor jullie? Wel, ik zei het daarnet, dit is een regionaal plan.
De bedoeling is dat jullie dit plan gaan vertalen naar lokale acties voor uw eigen gemeente. Dus jullie zullen nu voor de uitdaging komen te staan van het moment dat je dit plan een stuk goedkeurt, betekent dat je je schouders daaronder steekt en dat je gaat kijken wat van die maatregelen kunnen we gaan vertalen naar lokale acties voor onze eigen gemeente. De andere zaken zijn uiteraard ook wel belangrijk, maar ik ga er iets minder bij stilstaan. Hoe ga je dat nu kunnen doen? Misschien voor alle duidelijkheid, het is niet zo dat jullie niks doen. En dat geloof ik niet, want ik weet dat elke gemeente al probeert zo goed mogelijk nu al dingen te doen. Maar de uitdaging is zo groot dat het niet zal volstaan zoals we nu bezig zijn. Oei. Mijn accu is bijna leeg, maar ik ben toch bijna op het einde gekomen. Dus het belangrijkste is dat jullie eigenlijk... op zich is het niet zo erg, want ik ben bijna rond. Is dat je eigenlijk gaat kijken van wat doen we nu al? Wat doen we nu al? En waar moeten we eigenlijk nog een tandje bij steken? En er zijn twee dingen die je moet doen. Het belangrijkste is om te gaan kijken... welke zaken kunnen we nu al doen en vragen in verhouding iets minder inspanningen? De quick wins noemen we ze. Die moet je eigenlijk al direct aanpakken. De zaak waarvan je zegt van oké, dat dient zich aan, die kans, we gaan dat nu doen. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je zegt van kijk, we moeten in die buurt de riool opnieuw gaan aanleggen. Denk dan onmiddellijk aan, we moeten hier gaan opnieuw gaan aanleggen. Kunnen we misschien de burgers motiveren om te gaan afkoppelen en gaan kijken om hun tuinen een stuk te gaan vergroenen? Kunnen ze, daar kan je even samenwerken met de rioolbeheerder. Van Aquafin ken ik het iets minder goed, maar ik weet dat Faris bijvoorbeeld die gelegenheid aangrijpt om in de gemeente waar dat ze dus riool gaan vernieuwen, om meteen die communicatie te doen met de burgers in die straten. Als gemeente kan je daar ook een extra rol in spelen door uw gemeente, uw burgers daarop aan te spreken en hen dan te gaan stimuleren om dat te doen. Een andere mogelijkheid is, als er nieuwe wijken komen, kan je eigenlijk ook die wijken gaan stimuleren van... Uiteraard, we weten dat er ook vanuit Vlaanderen toe, er zijn ook regels en een aantal zaken liggen ook vast in wetgeving, maar... Als gemeente kan je altijd nog een stukje verder ingaan. Je hoeft niet slechter te doen, maar je kan altijd beter doen. Hè? Dus ik zou zeggen, als er werken gepland zijn, grijp die aan. Pak die kansen aan om te gaan kijken van wat kunnen we al doen. Om waterruimte te geven, om eventueel extra groen te voorzien en om eventueel hitte aan te pakken. Dus eigenlijk zouden we die mindset nu al moeten hebben bij iedereen. En dat is niet alleen voor de klimaatambtenaar, dat is niet alleen voor Ellen, maar dat is voor iedereen binnen het gemeentebestuur. Eigenlijk moet iedereen daar werk van maken. En niet onbelangrijk, die quick wins zijn mooi, je gaat daarop mee kunnen uitpakken, maar even belangrijk is om een visie te hebben. Want eigenlijk dragen wij nu een stuk, of betalen we de tol, doordat we voor een pak zaken jaren, laten we zeggen, niet de juiste keuzes gemaakt hebben. Dus ook ons ruimtelijke beleid, onze verrommeling, als je dat vergelijkt met Nederland, dan reizen soms de haren omhoog. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we ook quick wins aanpakken, maar tegelijkertijd maken dat we een lange visie hebben, een lange termijn visie. En we gaan dat nooit alleen kunnen doen, dus we gaan dat samen moeten doen. En ik zou u gewoon willen oproepen om binnen de mogelijkheden die je hebt, hoe klein of hoe groot, om alle kansen aan te grijpen om een adaptatiebeleid te gaan doen. Ik denk dat... Goed, bedankt voor het vurig voorstellen van dit klimaatadaptatieplan. Ik denk dat er al een heel pak van de acties inderdaad herkenbaar zijn in recente beleidskeuzes, maar dat we nog een pak werk voor de boeg hebben en dat we die ambitie wel kunnen ondersteunen. Zijn er nog vragen van de raadsleden? Ik zie alvast raadslid Kator en raadslid Muishond en dan raadslid De Rijbel en Schepen Truiman in die volgorde. Dus Raf Kator, u mag als eerste. Ja, mevrouw. Ik mis in uw strategische doelstellingen de landbouw. De landbouw is verantwoordelijk voor heel wat... broeikasgassen, met name methaan. Mm-hmm. Methaan is 28 keer schadelijker dan CO2.
op lange termijn en op korte termijn 80 keer schadelijker. Ook bij compostering, waar te weinig zuurstof is, aanwezig is, krijg je ook methaanvorming. Ik zie daar niks van in staan in uw strategische doelstellingen. Hoe komt dat? En een tweede vraagje, of misschien straks. U spreekt van 6 graden opwarming in het Waasland. 6 graden. Waar haalt u dat? De worst case scenario van het IPCC. Die spreekt van 3,5 à 4 graden. En als we ons best doen, halen we 2,5 à 3 graden opwarming. Dan zou ineens in het Waasland er een opwarming zijn van 6 graden tegen het eind van deze eeuw. Ik kan dat bijna niet geloven hoor, dat u die cijfers hanteert. Ja, wel misschien het eerste. Het is inderdaad, het is een adaptatieplan. Met andere woorden, als het gaat over CO2-uitstoot en effectief methaan is, zoals u zegt, veel schadelijker dan CO2. Het hele verhaal rond broeikasgassen zal deel uitmaken van het mitigatieplan. Dus dat stuk zal sowieso een groot hoofdstuk ook landbouw moeten omvatten. Hier heb ik het hoofdstukje rond CO2-uitstoot niet aangehaald, omdat het vooral gaat over de klimaatuitdagingen op vlak van de klimaattoestanden die zich nu eigenlijk al voordoen en hoe kunnen we ons daartegen wapenen. Dus het is eigenlijk een adaptatieplan. Dat het hoofdstuk landbouw iets minder uitgebouwd is. Ik kan u daar een stuk wel in volgen. Maar heel het verhaal van wat kan de landbouw doen op vlak van methaanuitstoot enzovoort, dat zal onderdeel zijn van het mitigatieplan. En dat is eigenlijk het plan dat nu opgemaakt wordt door Interwaas met alle stakeholders. En daar zit de landbouw natuurlijk ook wel bij. Wat dat niet wil zeggen dat in het adaptatieverhaal landbouw geen rol heeft. Zij hebben een rol als het gaat over... En sowieso gaan zij mee aan tafel moeten zitten als het gaat bijvoorbeeld over pijlgestuurde drainage bij landbouw, waterbeheer. Daar gaan we de landbouwsector bij moeten betrekken. Als het gaat over het reduceren van methaan, dat hoofdstuk gaat u hier inderdaad niet vinden. Dan gaat u zelfs misschien het mitigatieplan zoals het opgebouwd is niet vinden. Waarom? Omdat Europa heeft voor het mitigatieplan het beperkt tot de CO2-uitstoot, omdat zij ook beseffen dat de impact die gemeenten hebben op het verhaal methaan veel beperkter is. Dat is een gegeven dat eigenlijk op een hoger niveau moet aangepakt worden. Dat is eigenlijk een stuk een Vlaams verhaal, een Europees verhaal, waar dat de gemeenten zelf minder impact op hebben. En wat dat niet wil zeggen dat gemeenten dat niet kunnen doen. Er zijn gemeenten die bijvoorbeeld zeggen van oké, ik weet, ik moet voor Europa, voor dat burgemeestersconvenant, dat stukje methaan daar niet insteken, maar ik wil wel acties formuleren die gelinkt zijn aan het reduceren van uitstoot bij landbouwers. En dan gaat dat bijvoorbeeld over... Excuseer, ik ga een beetje moeten drinken. Dan gaat het over acties. Ja, dan ga je naar andere teelten moeten gaan, bijvoorbeeld. Invloed op het beperken van vlies. Dan gaat het over heel veel andere acties waar de rol van de gemeente veel beperkter is. Vandaar, sorry ze. Ja, maar dus vandaar dat we bewust gekozen hebben om die acties niet op te nemen, omdat het voor de gemeente anders zeer demotiverend is. Je hebt als gemeente veel minder instrumenten om daarop in te zetten. En in dit adaptatieverhaal is er sowieso minder belang aan gehecht, omdat het vooral gaat over hoe kan landbouw mee ondersteunen als het gaat over water opvangen, water niet te snel laten afstromen, eventueel ook plaats voorzien om groen, vooral een stuk mee helpen om die biodiversiteit mogelijk te maken. Maar in het mitigatieverhaal zal landbouw een veel belangrijker aandeel hebben. Ik weet niet of dat volstaat voor uw antwoord, want ik begrijp dat u zegt, van ja, dat komt nu niet aan bod. Maar in het mitigatieverhaal gaat dat zeker naar boven komen. Ja, en dan uw strategische doelstelling 1.2.
het ruimtebeslag verminderen. Ja. Ook daar zitten we met een probleem in de gemeente. We hebben daar geen geld voor. Hè. Er is een budget van de Vlaamse overheid aangelegd, mm-hmm. een pot aangelegd die veel te klein is. Want mm-hmm. met de nieuwe betonstop gaat men 100% eigenaars vergoeden tegen de actuele prijzen. Mm-hmm. Dat is gewoon een wurggreep op de gemeente die willen verkavelingen terugdringen. Wij kunnen dat gewoon niet, hè, op die manier. Ja. Dus dat puntje 102, we kunnen dat gewoon niet halen. Wel, het is inderdaad zo, alleen met de planschade en batenlasten die men bij de gemeente legt, dat is inderdaad een heel zware last die op jullie schouders gelegd wordt. En daar gaat Vlaanderen, denk ik, op termijn ook moeten kijken van, ja, hoe kunnen we daar een stuk de gemeente in ondersteunen? Dus dat is een terechte opmerking. Als het gaat om particulieren onteigen en daar een serieuze vergoeding tegenover plaatsen, gaat voor veel gemeenten een wurggreep zijn. Maar anderzijds zijn er misschien wel gebieden, ik weet niet of dat bij jullie, zijn er woonuitbreidingsgebieden in Temse? Ik ken jullie context niet voldoende. De vraag is, dat zijn gebieden die nog, laten we zeggen, geen potentiële invulling hebben. Het zijn woonuitbreidingsgebied, maar je hoeft ze nog niet als woongebied in te kleuren. Dus de vraag is, van, daar kan je echt wel eens goed over nadenken, van, moeten we die gaan aanspreken of blijven we ervan af? En kijken we dan eigenlijk naar andere plekken? Zijn er plekken die misschien toch kunnen omgezet worden in woongebied? Benutten we de ruimte die we hebben al voldoende? Ik denk bijvoorbeeld aan gemeente Everhem, daar heeft men beslist, ja, die woonuitbreidings, we gaan ze gewoon schrappen. We gaan dat niet doen. En de druk op Everhem is ook groot, want heel wat stedelingen trekken naar Everhem. Dus in die zin zien zij ook een bevolking toenemen, maar toch hebben ze die geschrapt. De vraag is dan inderdaad de uitdaging om te gaan kijken, zijn er andere plekken die we kunnen innemen om toch die woonnood op te vangen, want die woonnood zal er ook komen. Maar het is terecht, als het moet gaan met het vergoeden van particulieren, of niet alleen particulieren, dat kunnen ook bedrijven zijn of andere, dan gaat dat een serieuze duit vragen van de gemeente. En ik weet, de gemeente hebben het al moeilijk, hè, financieel. Goed, mevrouw Muishand. Wel, ja, ik heb begrepen dat er ook nog een mitigatieplan komt en misschien past mijn vraag daar ook wel beter in. Wat dat ik zo mis, en ik zie dat ook bij het energiebeleid, voorkomen is beter dan genezen. Ja. Hè? Zorgen dat je minder energie mm-hmm. moet verbruiken mm-hmm. en daar maatregelen ja. toepassen. Als je in de zomer tekort hebt aan water, mm-hmm. hè, dat echt problematisch kan worden. Ja, verspil geen water. Ja. En dat kan door zoveel kleine ingrepen. Allee, ik geef nu mijn eigen voorbeeld. In de winter doe ik het minder, maar ik heb toch altijd de neiging. Het duurt bijvoorbeeld een tijdje mm-hmm. voor mijn afwaskommetje gevuld is met warm water. Ja. Dus ik laat de kraan lopen in dat kommetje en ik giet dat in een grotere emmer over. Ja. En zo spaar ik per dag mm-hmm. zeker 2 emmers. Hetzelfde met de douchekraan. Ja. De douchekraan, dat ze warm water is, heb ik al zoveel in een emmer. Onnozele dingen, mm-hmm. maar als ik zie wat dat gewoon bij een tweepersoonsgezin kan opgevangen ja. worden, waar je mee schuurt, waar je de planten mee water geeft, tuurlijk, ja. Dat is proper water, ja, ja, daar dus alles mee doen. En dan mis ik altijd van zo, mensen staan daar niet bij stil. En want die daar dan bij mij komen, die zeggen, zeg, wat doen die emmers water? Ik weet dat, het is gezicht, je moet daar tegen kunnen dat ja, dat ja, kleur juist, bestaat. Maar juist. Ik heb plezante kleurrijke emmers gekocht, mij stoort het niet. Ah ja, je moet daar geen schommelgrijze emmer zetten. Ja. Maar, en dan wijzen kunnen daarop. Ja. Oh, daar hebben wij nu nog nooit aan gedacht. Ja. Ah ja, dat is waar. Allee, dus altijd zo naar de mensen toe. Want ja. je moet de mensen meekrijgen. De grote massa. Moeten dat proberen klopt. Mee te krijgen. Maar het is juist, ik heb natuurlijk niet de tijd gehad om alles... je hebt ook bij adaptatie, is belangrijk. Het voorkomen is veel belangrijker dan genezen. En of dat nu gaat over hitte, over wateroverlast, of over andere problematiek, afsterven van bomen.
we moeten het voorkomen. En in die zin, het is daarom dat ik zeg, ieder van ons gaat het steentje moeten bijdragen. Want u hebt het natuurlijk over het huishoudelijk gebeuren. En inderdaad, water is het nieuwe goud. Was het maar voor onze portefeuille. Je zult zien ook dat de waterfactuur naar omhoog gaat. Maar nog belangrijker is, blijkt eigenlijk dat van de mensen die een hemelwaterput hebben, dat er slechts 12% die put ook effectief gebruikt voor het zij moestuin. Het zij nog beter zou zijn als je je hemelwaterput gebruikt voor je toilet door te spoelen. Want het water dat je gebruikt om je toilet door te spoelen is immens. In een goed systeem, een goed draaiend systeem, kan je het zelfs voor je wasmachine gebruiken. Hè? Dus ik ben daar niet bij stil, of ik heb daar niet bij stilgestaan. Maar dat zijn zaken die je perfect ook in een lokaal adaptatieplan of als lokale actie kunt uitvoeren. Wat kunnen wij als burgers doen? En dat kan gaan over inderdaad uw hemel, ja, gewoon een hemelwaterput plaatsen. Moest iedereen van ons, en ik heb het dan wel over een hemelwaterput. Een regenton is ook mooi, hè, in tijden van droogte, dat je geen kraantjeswater gebruikt, maar een regenton is rap leeg. Maar als we allemaal de hemelwaterputten die er zijn al, niet die nog verplicht worden als je nu nieuw bouwt of verbouwt, dan zou het al een prestatie zijn. Dan zou we al wat water kunnen gebruiken. Maar we kunnen nog veel meer doen als burger. Het water gewoon laten inzinken is al een grote prestatie. Maar ik had niet de tijd, maar je hebt groot gelijk, burgers moeten meegaan in dat verhaal. En dan kan je als gemeente meehelpen om te sensibiliseren. Goed. Raadslid De Rijbel. Ja, dankjewel, voorzitter. En u stelde het daarnet al terecht. Gelukkig is er inderdaad binnen ons beleid al heel wat dat gebeurt om die stappen te zetten. Maar inderdaad, ook terecht, er is nog heel veel werk voor de boeg. En bij uw inleiding, mevrouw, had u vermeld dat het convenant vooropstelt dat tegen 2030 die doelstelling moet gehaald worden. U sprak van 55%. Dat is de nieuwe doelstelling die Europa voorop stelt, ja. Ja, dus dat is een zeer strikte maatregel of een strikte vooropstelling natuurlijk. Nu, ik zie dit als een kader waarin dat wij als lokaal bestuur ons kunnen in bewegen. Ja. We krijgen een voorstel aan mogelijkheden die wij kunnen opnemen en maatregelen gaan vooruitwerken. Hoe realistisch is het, want u kon denk ik dit verhaal brengen ook in andere gemeenten, hoe realistisch is het om dan effectief die 55% te gaan behalen? Mm-hmm. Ik zeg niet dat we niks moeten doen, maar als ik het kader zie, zie ik daar heel veel zaken die een grote impact zullen hebben. Mm-hmm. Zie ik ook veel zaken die heel veel geld gaan kosten. Raadslid Kator heeft daar net al vermeld en ook andere zaken die heel veel geld gaan kosten. Dat we natuurlijk in de weegschaal moeten leggen samen met andere projecten die voor ons liggen. Hoe realistisch is het om dat te behalen met al die zaken die nu worden vooropgesteld? En een tweede vraag, en dat richt ik me eigenlijk tot het lokaal bestuur en de schepen. Welke zaken, u sprak van quick wins, welke quick wins worden er misschien nu wel al gezien die wij als lokaal bestuur kunnen meenemen? Ja. Dank u wel. Wel, misschien eerst de vraag van hoe realistisch is het? Nu, het is inderdaad een kader. Hè? Wat bedoel ik daarmee? De 55% is voor deze gemeente die dus nu in het burgemeestersconvenant stappen. Voor het Waasland is het destijds gekozen. Dat was toen op dat moment de norm, of laten we zeggen het streefdoel, 40%. Dus het engagement dat we als groep aangaan is 40% tegen 2030. Nu, hoe realistisch is het? Ik zal daar heel eerlijk in zijn. Er zijn gemeenten waar het iets realistischer zal zijn dan bij andere gemeenten. Voor sommige gemeenten zal het een zeer zware kluif zijn en zal misschien die doelstelling niet kunnen gehaald worden. Dat heeft een stuk te maken met de context. Ik zeg maar, bijvoorbeeld een gemeente waar de mogelijkheid is om windmolens te plaatsen, die gaan eigenlijk de hernieuwbare energie die ze via een windmolen kunnen inbrengen om een CO2-uitstoot te reduceren, mee kunnen nemen. En dat geeft dan direct een sprong vooruit. Gemeenten die dat niet kunnen inzetten, die hebben natuurlijk, die kunnen die uitstoot, die vermindering in uitstoot, niet in rekening brengen. Hetzelfde geldt
ja, voor gemeenten die bijvoorbeeld de pech hebben, die, waar dat er bijvoorbeeld ja, autosnelwegen knippen we er al uit als het gaat over CO2-uitstoot. Want je kunt de gemeente niet straffen omdat er een autosnelweg door de gemeente loopt. Die uitstoot is niet alleen te linken aan uw gemeente. Maar als je veel mobiliteit hebt binnen uw gemeente, dan gaat die uitstoot, en we weten, jammer genoeg, een aantal zaken dalen. Dalen. De uitstoot van landbouw daalt, de uitstoot van huishoudens daalt. Dus dankzij de ingrepen die we doen naar isolatie enzovoort. Maar transport blijft alsmaar stijgen. Dus ook daar moeten we realistisch in zijn. Moeten we dan zeggen, we gaan ons doelstelling verlagen? Ik denk niet dat dat de beste keuze zou zijn. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat Europa vraagt, neem dat als streefdoel. En voorlopig kijken we of dat je serieuze inspanningen doet. En we gaan u op die inspanningen afrekenen. Nee? Iets anders is, als je niet kunt aantonen, want als je het convenant, als je plan indient, dan kijken ze van hoe realistisch is de inspanning die je gaat doen. En het is op daarop dat men vooral gaat kijken. En voorlopig is het, laten we zeggen, een vrijwillig engagement, maar er gaat een moment komen dat het verplichtend zal zijn. En wij maken ook deel uit van Vlaanderen. Vlaanderen heeft natuurlijk ook zijn engagement naar Europa toe. En daar zit wel meer dwang achter dan het engagement dat wij binnen dit kader van burgemeesterconvenant aangaan. Dus om eerlijk te zijn, voor sommige gemeenten gaat die 40% niet haalbaar zijn. Vandaar dat voor deze regio is de keuze gemaakt, we gaan dat samen doen als regio. En dat zal een beetje de but en de buil zijn. Sommige gemeenten gaan genieten van de prestaties van andere gemeenten. Maar dat wil niet zeggen dat je niks gaat moeten doen. Iedereen gaat daartoe zijn steentje moeten bijdragen. Het zal vooral een kwestie zijn van welke acties kunnen we binnen deze gemeente uitvoeren en welke niet. Een biomassa-centrale. Ik weet niet of dat Temse de mogelijkheden daarvoor heeft. Maar er zijn misschien gemeenten waar dat wel mogelijk is. En dan gaat het niet over die grootschalige biomassa-centrales. Maar als je landbouwgegeven hebt en je hebt daar mogelijkheid om vanuit de landbouw een biomassa-centrale te plaatsen. Hè, dus voor sommige locaties zal dat wel lukken. Dan is dat misschien voor die gemeente een plus. Maar als je het dan op zijn in zijn geheel bekijkt, vandaar dat we ook voor het Waasland streven naar een energielandschap, waar dan gekeken wordt van waar gaan we het wel doen en waar gaan we het niet doen. Denk dat het een verhaal is van geven en nemen. Oké, dankjewel. Er was ook gevraagd naar een paar quick wins die misschien al in kaart waren gebracht. Om eventjes te reageren in het algemeen op mevrouw Muisland ook. Herinner u het manifest dat onlangs is voorgesteld in januari? En dat staat wel degelijk in dat we echt effectief lokaal ook gaan inzetten op sensibilisering en communiceren. Een mooi voorbeeld dat je aangaf. Mooie inspiratie dat alle inwoners kunnen volgen. Hè. In dat manifest staat ook staan een aantal acties opgelijst, waaronder onze energiepositieve wijken, dat traject is opgestart in samenwerking met een aantal deskundigen. Dat gaat over een traject van een aantal maanden waar we dan een potentieel studie gaan hebben van de handelskern, waar dat we in gaan zien en waar dat we in gaan kijken wat dat de mogelijkheden zijn op vlak van vergroening, ontharding, renovatie. En dat wordt ook ons pilootproject en ons voorbeeldproject om op te schalen naar de hele gemeente. We hebben daarvoor ook dat budget gevonden om op korte termijn nog acties te ondernemen. Het heeft niks te maken met adaptatie, maar op circulair vlak is er ook een plan klaar waar we actie gaan ondernemen. Daar ga ik binnenkort meer over uitleggen. En vergeet niet, we nemen die duurzame reflex. Hè. Collega Wim is naar groen en natuur toe heel wat dingen aan het ondernemen, in onze infrastructuur werken. Kijk naar dat manifest. We zijn wel degelijk actie aan het ondernemen binnen onze cluster, over die diensten heen. En waar dat we allemaal onze schouders onder zetten. We hebben die centen van het Klimaatpact.
waar we toch ook wat dingen gaan ondernemen. En we hebben niet gewacht op lokaal adaptatieplan vanuit Sweco, wat we een aantal gemeenten en steden wel gedaan hebben. Toch eventjes belangrijk om te vermelden. Wij zijn al bezig, en dat gaat Dominique van Aquafin zo dadelijk gaan uitleggen. Wij zijn een hemel- en droogteplan aan het opmaken. We zijn daarin een klein beetje sneller dan onze naburige gemeenten en steden. Ik hoop daarmee ook al een klein beetje duiding te geven. Oké, bedankt voor die verduidelijking nog. Schepen Truijma, nu ook nog even kort aanvullen. Ja, mijn excuses dat ik te laat kom. Ik kom net van een biogascentrale in Dendermonde, waar onder andere al het groenafval van Miwa, dus van onze inwoners, naar getransporteerd worden. Dus eigenlijk zoveel groen om te composteren, om daar biogas van te maken hier in Temse, is misschien niet echt haalbaar, dat eventjes terzijde. Nu, u zei daar net over Faris. Nu, u bent van de provincie Oost-Vlaanderen. Dan weet u dat in de provincie Oost-Vlaanderen zowel Faris als de Stille Vennootschap Rio Pact op het grondgebied actief zijn. Dus Aquafin en de Watergroep. Voor ons in Temsen is dat Rio Pact. En ook bij grote rioleringsprojecten is het dus inderdaad wel zo dat het hemelwater eigenlijk bovengronds wordt gehouden, dat ook mensen daar, dat hemelwater, dat dat afgekoppeld wordt van die rioleringen en dat dat in de eerste instantie in de tuinen opgevangen wordt. Dus bij deze, als je in andere Waalse gemeenten terechtkomt, dan weet je dat luikje ook al. Dus dat al eventjes terzijde. In het begin van deze legislatuur hebben we eigenlijk al zeer snel een statement gemaakt. We hebben eigenlijk ons beeldkwaliteitsplan en ons masterplan. Daar staat heel duidelijk in dat wij inzetten op het hemel, op het water te laten opnieuw infiltreren in de grond. Dus ik denk dat wij als gemeente bij aanvang van deze legislatuur, nog voordat dit plan gegroeid is, dat we eigenlijk al zeer duidelijk onze krijtlijnen bepaald hebben. En het is een plan dat inderdaad gefaseerd uitgevoerd wordt, want er gaan grote budgetten in om. Dus je kunt dat niet van vandaag op morgen realiseren. Maar stap voor stap doen we dat. Ook het volgende project dat met Aquafin uitgevoerd wordt in Temse, dat is ter hoogte van de Fonteinstraat, Sint-Jorisstraat. Daar zetten we eigenlijk zeer hard in op ontharden en het bufferen van water bovengronds. Dus ik denk dat wij de weg ingeslagen zijn, al een paar jaren zelfs. Goed, dan tot slot nog Schepen Maas. En ook met onze technische dienst zijn we er al aan bezig. Wanneer wij straten heraanpakken, de parkings worden aangelegd in grasdallen en wij trachten daaronder water te bufferen. De Eupelaan is daar een prachtig voorbeeld van, want je zegt wel infiltratie in de grond, maar het is niet overal dat kan. Hè? Goed. Ik was te vroeg. Schepen van Rossen ook. Omdat hier natuurlijk verschillende insteken is, maar ik zou u uitnodigen, mevrouw, als u wacht tot punt 3 is al interessant, het thema, maar punt 4 komen ook een aantal antwoorden op uw vraag, dus wanneer wij de visienota op wonen, mm-hmm. Want daar gaan onder andere een aantal vragen rond die woonuitbreidingsgebieden inzetten, dus ik weet niet of u de tijd heeft. Dan zou ik zeggen, als u Aquafin, maar blijft dan ook misschien nog het werk dat onze collega Inge Temmerman gedaan heeft, voor wat betreft het visietekst. Maar ik wil zeggen, dus we hebben hier bijvoorbeeld ook de bouwmeesterscan laten uitvoeren. Ja. Omdat wij bezig zijn met eigenlijk alles in gereedheid te brengen. Collega Truijman heeft al verwezen naar het begin van deze legislatuur ook en daarvoor ook al. Dus de visie op groen-blauw in de gemeente brengen. Aan de andere kant, de nota van de bouwmeesterscan. We hebben een mobiliteitsplan enzovoort enzovoort, om naar een nieuw beleidsplan ruimte te gaan, waar daar ook bijvoorbeeld die visienota wonen. Maar wij passen al een aantal van die principes ook al op dit moment wat meer automatisch toe. Bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld, zo hebben wij al een project waarbij dat een van de typische vragen, een renovatie van een appartementsgebouw, mag daar een verdieping extra op of niet? En dan zal u zeggen, ja, dat heeft daar weinig mee te maken. Wel, wij proberen dan bijvoorbeeld een compromis te vinden met die aannemer, dat we zeggen, ja, kijk, maar dan zouden wij wel graag hebben, daarachter heeft u een betonnen vlakte met wat garageboxen erop, onthart die. En dan op die manier proberen wij bijvoorbeeld regularisering van een volledig verharde oprit. Ah nee, we gaan dat niet toelaten. We gaan daar de voorwaarden instellen van
je gaat daar zoveel vierkante meter in ontharden. Dus we, dubbele oprit, goed, hij lag er, maar niet volledig tot aan de voordeur. Dus een aantal driehoeken daaruit. Allee, dat zijn kleine stappen, maar we passen die principes nu toch wel al wat toe. En dan, ja, ik, dus vanuit ruimtelijke planning zou ik zeggen, kijk straks goed. Heel goed. Mee. Ja. Goed. Enorm bedankt nogmaals voor de uitgebreide uitleg. Het voordeel is dat de twee andere punten geen inleiding qua noodzaak van de agendering behoeven. Sorry dat het een beetje is uitgelopen, maar nu zijn we een en al oor naar u, Dominique, van Aquafin voor het lokaal hemelwaterplan. Ja, dank u wel. Een goede avond. Dus mijn naam is Dominique van Erdegem, werkzaam bij Aquafin. En we maken dus vanuit het samenwerkingsverband van RioPact, zoals er juist ook aangehaald, maken wij het hemelwater- en droogteplan op voor de gemeente Temse. Nu, ik kan ook al onmiddellijk zeggen dat dat hemelwaterplan nog niet volledig klaar is. We zijn dat aan het opmaken. En wij hopen dat wel in de komende weken verder ook af te werken. Maar niettemin wil ik toch al een aantal tussentijdse resultaten toelichten. Nu, ik probeer het wel kort te houden. De inleiding, ja, die hebben we voor een deel misschien wel gehad. Hè, omdat er toch wel redelijk wat parallellen zijn. Of misschien zelfs gedeeltelijk overlap hè, met het klimaatadaptatieplan. Maar dan verder wil ik het hebben over de omgevingsanalyse. Een visie die we willen opmaken in het kader van het hemelwaterplan. Dan specifiek willen we eens kijken naar visie voor het stroomgebied van de Vrouwenhofbeek. En dan is er dus nog mogelijkheid tot vragen of van gedachten te wisselen. Hè. Goed, als we Temse bekijken vanuit de lucht, dan valt toch onmiddellijk op dat daar dat hier heel wat bebouwing is. Hè. Dus we hebben... Ik ga nog even de aanwijzer opzetten. Waar zit die? Nee. Nu misschien de presentatiemodus. Ah ja, dat zal het zijn. Ja, sorry. Die was ik vergeten. Ja. Zo. Dus we hebben het bedrijventerrein TTS. En dan het centrum met heel veel bebouwing. En dus aan de rand ook nog woonwijken en dergelijke. Dus heel veel verharde oppervlakte. En uiteraard heeft dat zijn... zijn impact op het watersysteem. En ja, ook mede daarom natuurlijk, hè, dus willen wij via het hemelwaterplan daar bepaalde ideeën of voorstellen rond uitwerken. Dus waarom een hemelwaterplan? We hebben het de afgelopen jaren toch wel duidelijk ondervonden. Herhaaldelijk wateroverlast op vele plaatsen. Ja, vorig jaar nog in Wallonië, heel erg eigenlijk wel. Voorgaand ook wel een aantal, zelfs vier opeenvolgende droge jaren, hè, met zeer droge zomers. Dus waar dat er heel veel droogte en water schaarste was. Dus redelijk extreem, hè, dus enerzijds te veel water en anderzijds te weinig water. Dus het is niet goed verdeeld, zou je kunnen zeggen. En dat heeft uiteraard ook te maken hè, met onze urbanisatie. In de loop der jaren is er heel veel gebouwd. Dus de verharde oppervlakte is daar toegenomen. Je ziet dat hier aan de rode vlekjes die steeds groter worden. En het gaat nog door. Dus we proberen dat ook wel te stoppen. Maar eenvoudig is dat niet. En anderzijds hebben we de klimaatverandering die aan de gang is. Dus waarbij dat we dus verwachten dat de winters natter zullen worden. Dat de zomers droger worden, maar dat dat tijdens de zomer dat daar ook heel hevige onweders kunnen optreden. Hè. Dus niettemin, ondanks het feit dat het droog is, kunnen toch zeer extreme omstandigheden optreden. Dus we hebben daar te maken met toenemende extremen, omwille van dus die klimaatverandering. En daar willen we ons tegen wapenen. We willen het watersysteem daar meer weerbaar voor maken. Nu, wat is een hemelwaterplan? In essentie zou je kunnen zeggen, dus een hemelwaterplan is vooral een visie, een ruimtelijk integrale visie van hoe dat we willen omgaan met dat hemelwater. Het hemelwater valt op het zij verharde
bodem of onverhaarde bodem. Maar dan willen we dat zeker niet te snel afvoeren, zoals we vroeger wel eens deden, maar we willen dat zoveel mogelijk ter plaatse houden en indien mogelijk infiltreren of eventueel hergebruiken of indien nodig ook gaan bergen of bufferen om dan vervolgens vertraagd af te voeren. Dus we willen daar eigenlijk wel brongericht werken, dus met brongerichte maatregelen. Nu, wat omvat dat plan? Dus er zijn eigenlijk drie grote onderdelen. Dat is een omgevingsanalyse waarin dat we kijken hoe dat watersysteem in elkaar zit. We willen daar voldoende inzicht in krijgen om vanuit dat inzicht een goede, passende visie op te maken. Waar willen we naartoe? Waar willen we op ingrijpen in ons watersysteem? En dan tenslotte als derde onderdeel willen we ook dus een aantal maatregelen of acties gaan definiëren om aan te werken. Dan hebben we hier de basisprincipes of ook de strategie hoe dat we te werk willen gaan. Dit wordt ook wel de waterladder genoemd of ook in het vakjargon dan de ladder van Lansing. En we willen in eerste instantie dus zoveel mogelijk verharding vermijden of in een bestaande situatie aan ontharding doen. In de tweede stap willen we ook dus indien mogelijk of indien wenselijk kijken naar hergebruik van water. En in de derde stap willen we dan zoveel mogelijk hemelwater infiltreren. Dus momenteel ligt daar ook heel veel focus op infiltratie van hemelwater. Omdat dat dus eigenlijk twee doelen kan dienen. Enerzijds wateroverlast voorkomen. Dus water dat je infiltreert moet je niet afvoeren en belast niet het systeem, niet het rioolstelsel. En ten tweede ga je daarmee ook het grondwater aanvullen. Want we hebben ook gezien dat in de droge jaren de grondwaterreserves sterk aan het slinken waren. Dus in die zin is het ook belangrijk om dat tijdig aan te vullen. En dan als laatste stap willen we dus ook indien nodig het water bergen of bufferen en vervolgens vertraagd afvoeren. Dus hier willen we dus ook weer veel aandacht besteden om aan brongerichte maatregelen te doen. En dus dat is eigenlijk het principe of de strategie hoe dat we te werk willen gaan. En dit systeem of deze strategie willen we dan ook toepassen voor het gehele grondgebied van Temse. Enkele voorbeelden van dergelijke brongerichte maatregelen. Dat is zowel voor het privédomein als voor het publieke domein. Dus hier bijvoorbeeld heb je een lokale afkoppeling in de privétuin. Dus een regenafvoerpijp die je niet bij voorkeur niet naar de riolering zou laten gaan, maar die je dus afkoppelt en in de tuin laat stromen. Dus in de tuin kan dat hemelwater dan lokaal infiltreren. Het is eigenlijk heel eenvoudig, maar het werkt wel en het is zeer goedkoop. Hier een gelijkaardig voorbeeld. Er wordt dan ook wel een regentuin genoemd. Dus het hemelwater wordt in de tuin opgevangen, in een verlaagd gedeelte bijvoorbeeld, en heeft daar dan de tijd om te infiltreren. Dus even het water vast te houden en te infiltreren. Dus in lange regenperiodes kan het dan wel zijn dat je daar tijdelijk enige plasvorming hebt, maar na enkele dagen is dat ook weer verdwenen, omdat het hemelwater dan de tijd heeft gehad om in de bodem te dringen. De voorbeelden daarnet waren bovengrondse infiltratie, dus de mogelijkheid bestaat ook om aan ondergrondse infiltratie te doen, indien dat bovengrondse niet mogelijk zou zijn om een of andere reden. Dus we geven wel degelijk de voorkeur aan de bovengrondse. Maar dit is dan een zogenaamde infiltratieput. Het ziet eruit als een regenwaterput, maar de mogelijkheid bestaat dat het hemelwater hier kan dus naar de grond toezijpelen en dus ook infiltreren. Een andere mogelijkheid is dit voorbeeld, waar het meer een sleufvorm is, opgevuld met keien of steenslag, zodanig dat via de holle ruimte ook het hemelwater daar kan infiltreren in de grond.
Een voorbeeld van groendaken. Meestal worden groendaken op platte daken gelegd, maar dat moet niet of dat hoeft niet. Dus dat kan ook op hellende daken, weliswaar dan niet te sterk hellend. Op flauw hellende daken is een groendak ook zeker mogelijk. Dus daar wordt het water ook weer vastgehouden. En is er dus minder afstroom, minder versnelde afstroom naar de riolering of naar de waterloop toe. Dan hier ook komen we nu op het openbaar domein. Daarnet hadden we het privédomein, nu het openbaar domein. Dus een heel eenvoudig systeem is dat het afstromend water van de weg, dat die gewoon in de berm kan afstromen en infiltreren. Dus normaal gezien heb je meestal langs de weg zogenaamde kolken. Die kolken die het afstromend hemelwater opvangen en daar naar de riolering afvoeren. Maar zoals je hier ziet, zijn er geen kolken. En dus is het de berm, de wegberm, die het water opvangt en laat infiltreren. Hier ook nog een gelijkaardige foto trouwens. Ja, lijkt een populaire foto te zijn, want die hebben we er juist ook gezien. Dus ja, hetzelfde systeem. Dus het water stroomt van de weg af en wordt hier opgevangen om vervolgens te infiltreren. De foto hier dat je ziet is dan een semi-verharde berm. Of het is tenminste een berm waarin dat dus een honingraad voorzien is, die dan ingezaaid is met gras. Zodanig dat het water kan infiltreren, maar dat er toch meer houvast is als parkeermogelijkheid hier in dit geval. Nog voorbeelden hiervan van in Turnhout. Het is een situatie waar zelfs de grondwaterstand redelijk hoog was. Dus omdat dat dus enige beperkingen kan inhouden naar infiltratie toe. Maar toch ook hier wordt er ingezet op groene bermen langs de weg om het hemelwater te infiltreren. Hier ook weer dan een soort van grasbetontegels. Dus water doorlatende verharding. Als parkeerstrook. Dan hebben we hier voorbeelden van zogenaamde plantenvakken langs de weg. Dus je ziet hier de boordsteen die dan plaatselijk verlaagd is, zodanig dat het afstromend water via deze weg naar het plantvak kan, om daar dan ook weer tijdelijk vastgehouden te worden en de mogelijkheid heeft om te infiltreren. Mogelijk kan je daar ook een overloop voorzien. Dat zie je hier. Dus een overloop om in geval dat er echt heel veel water is, dat je dan toch een soort van evacuatie krijgt om dat water dan naar het rioleringsstelsel of naar een gracht of een waterloop te brengen. Dus ook hier enkele voorbeelden van dergelijke plantenvakken. Nog enkele voorbeelden ook. Dus bijvoorbeeld in een dorpskern. Wat dus ook wat ingekleed is in de omgeving. Esthetisch mooi ook ingekleed. Enzovoort. Dan hebben we hier een voorbeeld van een infiltratiekom of ook wel een wadi. Sorry, dat is niet goed. Ja. Wadi genoemd. Dus het is in een parkdomein. Waarbij dat dan het hemelwater vanuit de omgeving van de aanliggende straten naar hier kunnen gebracht worden om dan hier de mogelijkheid te hebben om dat eventjes tijdelijk te bergen en dan de mogelijkheid heeft om te infiltreren. Nog een voorbeeld, ook een beetje in het parksfeer hier, dus een soort van gracht. Waarbij dat ook weer het water kan geborgen worden en infiltreren. Dan hebben we hier een voorbeeld van ook een zogenaamd waterplein. Een recreatief plein. Waarbij dat ook de mogelijkheid bestaat om daar het water tijdelijk op te vangen, te bergen. Waarna het dan later ook weer kan infiltreren of afgevoerd worden. Ook hier een soort van bergingsvijver. Dus die dan waarbij het water kan geborgen of gebufferd worden.
Dus de voorbeelden zijn eigenlijk legio. Je kan daar heel creatief mee omgaan. Dus ook weer hier een pleintje langs de waterloop, een bepaalde inrichting. Of in de stadsomgeving meer het vijverconcept. Of bijvoorbeeld hier de soepkom, waarbij dat het water ook, het hemelwater, hier ook weer verzameld wordt. En dan ook weer plaatselijk kan infiltreren. Oké, enkele tussentijdse resultaten van de omgevingsanalyse. Ik ga daar niet te lang bij stilstaan, omdat jullie toch de gemeente sowieso goed kennen. Dit is de reliefkaart. Ik wou die toch ook even tonen, omdat we hier met de Questa zitten, dat toch wel vrij ook specifiek is. Dus typisch aan de Questa is dat je dus langs ene kant, hier de zuidelijke zijde, langs de Durm en de Schelde, dat je daar een sterke helling hebt, een steile helling hebt. En langs de andere kant is dat eerder een flauwe helling, meer in het noorden van Temse. En dus eigenlijk in het middengedeelte van Temse hebben we dan eerder een plateau. Dus wel ook zaken, zeker ook die sterke steile hellingen, zijn dat uiteraard wel zaken om ook rekening te houden bij de verdere uitwerking van maatregelen. Dan zie je ook bijvoorbeeld dat de Vrouwenhofbeek hier de Questa wat doorsnijdt. Hè. En dan in het noorden hebben we dan de Barbierbeek die dan richting Kruibeke stroomt. De bodemkaart, dat is ook wel toch wel belangrijk om die even te bekijken. Dus het overgrote deel in het centrale gebied van Temse is voornamelijk zandleembodem. Maar dan zien we de groene kleur geeft zand aan. Dus in Temse Velle is het vrij zandig en ook vrij droog. Droge zandgronden. En dan zien we ook hier de omgeving van Elverstelen en Tilrode. Zien we ook, toch ook wel zandige gronden aan de voet van de Questa eigenlijk. Dus dat biedt ook wel mogelijkheden om in die droge, zandige gronden, om daar ook dus aan infiltratie te doen. Dat biedt perspectieven, zeker en vast. Anderzijds is het natuurlijk met de rivierpolders langs Durm en Schelde, daar is het meer kleiachtig. Maar gelukkig is daar ook minder bebouwing, dus dan hebben we daar iets minder zorgen mee. Dan hebben we een infiltratiekaart opgemaakt. Die hebben we dan afgeleid uit de voorgaande kaart, de bodemkaart. En we hebben daar een indeling gemaakt in drie soorten gebieden. Dus de groene gebieden zijn goed, tot zelfs zeer goed infiltreerbaar. De gele gebieden zijn matig infiltreerbaar en dan de rode slecht infiltreerbaar. Dus we zijn uiteraard hier dan voornamelijk geïnteresseerd in die groene gebieden, omdat we daar dan die infiltratie kunnen toepassen. En dan zien we weer dus de omgeving van Velle zien we verschijnen. En ook weer dus de omgeving van Elverstelen en Tilrode. Dus hier de Legenairweg, Gentstraat, de Heijmanstraat. Daar zijn dus ook weer mogelijkheden om daar aan infiltratie te doen. Dan eventjes over droogtegevoeligheid of waterschaarste. Ook deze kaart is afgeleid uit de bodemkaart. En dan zien we, dus hebben we een indeling gemaakt van weinig gevoelig of weinig droogtegevoelig tot zeer droogtegevoelig. En dan zien we het overgrote gedeelte in het centraal gebied van Temse is matig gevoelig. Dat zijn die zandleemgronden die in zekere zin maar toch matig gevoelig zijn voor verdroging. Maar dus opnieuw die droge, zandige gronden in Velle en ook hier, Elverstelen, Tilrode, die zijn dan wel toch meer gevoelig voor droogte. Dus ook dat is toch punten om rekening mee te houden. Dan gaan we verder wat toelichting over de visie die we aan het uitwerken zijn. Bij de visie hebben we de straten van Temse
getypeerd volgens de functie die ze kunnen vervullen binnen het watersysteem. Hè. Dus de waterfunctie die die straten kunnen vervullen. En we hebben daarbij drie typen gedefinieerd. Een infiltratiestraat, een retentiestraat en een watervoerende straat. Ik geef daarbij nog wat uitleg. Een infiltratiestraat is hier afgebeeld en daarbij gaan we dus het hemelwater voor een heel groot deel opvangen en onmiddellijk infiltreren. Dus zijn straten die voornamelijk ook weer in die droge, zandige gronden zich situeren. En dus een heel groot deel of het overgrote deel van het hemelwater dat valt gedurende het jaar, gaan we dus onmiddellijk hier kunnen infiltreren naar de ondergrond. Een retentiestraat, ook daar gaan we wel nog proberen om in eerste instantie het hemelwater dat valt te infiltreren. Maar we weten dat bij dergelijke straten dat er wel beperkingen zijn, ook zeker in de winter. In de winter bij natomstandigheden, waarbij dat de grondwaterstand ook hoger wordt, dat we daar beperkingen hebben en dat we niet al dat hemelwater zullen kunnen infiltreren. En dus moeten we hier ook denken aan bijkomende berging of buffering. Dus een retentiestraat is dus eigenlijk een combinatie van infiltratie en buffering. En dan een watervoerende straat. Zijn straten die het water ontvangen uit de omgeving. Dus de omliggende straten geven hun water door aan deze watervoerende straat. En deze straat, die watervoerende straat, moet dan het water doorvoeren richting een waterloop. De waterloop in de omgeving die dan het water verder zal opvangen. Nu kan dat in een open profiel zijn, door bijvoorbeeld door middel van een gracht, een baangracht langs de weg. Of dat kan ook een open goot zijn. Indien dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat er te weinig ruimte is, dan zullen we naar een ondergrondsysteem moeten gaan. Dus eigenlijk een regenwaterafvoerleiding, een buis, een RWA-leiding, waarbij dat het water ook op deze manier ondergronds naar de nabijgelegen waterloop zal gebracht worden. We hebben dat toegepast voor Themse. En dan zien we hier dus de infiltratiestraten in oranje kleur verschijnen. Dus opnieuw daar in de omgeving van Velle. Daar hebben we heel wat infiltratiestraten kunnen definiëren. En dan verder ook opnieuw, dus richting of de omgeving van Elversele-Tilrode. Dus beneden de voet van de Questa. Ook daar denken we toch heel wat water, hemelwater, te kunnen infiltreren in die straten. Ook verder verspreid, her en der, zijn er nog infiltratiestraten waar de mogelijkheid bestaat dus om dus daaraan infiltratie te doen. Dus de straten in blauwe kleur zijn dan de watervoerende straten, waarbij het water dus vanuit de omgeving wordt opgevangen en naar de waterloop gebracht wordt. Bijvoorbeeld hier naar de Vrouwenhofbeek of in het noorden is dat dan naar de Barbierbeek. En de rest, de andere straten in groene kleur, zijn dan de retentiestraten waar we naast infiltratie ook denken aan of waarschijnlijk dus ook berging, bijkomende berging of buffering nodig zal zijn. Dan hebben we nog de gemeente Themse ook ingedeeld in een aantal deelgebieden. Deze indeling of deze deelgebieden gebruiken we dan om ook die visie verder uit te schrijven of verder te detailleren per deelgebied. Bijvoorbeeld hebben we hier dan als deelgebied centrum het Themse centrum dus wat overeenkomt met het kleinstedelijk, of de grenzen van het kleinstedelijk gebied. Ook van het industriegebied TTS hebben we een apart deelgebied gemaakt. En dan verder van een aantal op de straatdorpen, zoals Elversele, Tilrode, Steendorp en ook het buitendorp Velle. Ook dat hebben we aparte deelgebieden van gemaakt. En dan hebben we nog de buitengebieden, dus wat eigenlijk vrij grote deelgebieden zijn, buitengebied West en Oost, die heel landelijk zijn.
En dan verder, de resterende zijn dan dus de rivierpolders langs de Durmen en de Schelde. Dus voor al deze deelgebieden zullen we dan ook nog een specifieke visie uitwerken. Hè? En dat zal verschijnen in het rapport, maar ik ga daar nu niet verder op ingaan, ook omwille van tijdsgebrek. Maar dat wordt dus verder uitgewerkt in de rapportage. Dan hebben we ook een aantal deelstroomgebieden afgebakend. Omdat we dus per deelstroomgebied of per waterloop willen bekijken wat dan de impact is op die waterloop. Hè. Dus impact van de verharde oppervlakte bijvoorbeeld op die waterloop. En dan moeten we dus ook kijken welke deelstroomgebieden hebben we hier. En dan zien we bijvoorbeeld ook weer die Vrouwen of Beek die door het centrum van Temse loopt en richting Schelde afstroomt. En in het noorden hebben we dan de Barbierbeek. Dus op die manier hebben we die indeling voor de waterlopen gedaan. Hier zien we dan een tabel, dus voor al deze deelstroomgebieden, waarbij dat we dus de verharde oppervlakten hebben bepaald van de daken van de bewoning, van de bebouwing. Dus in deze kolom zie je de oppervlakte van de daken in hectare. Dan hebben we dat ook gedaan, verharde oppervlakte voor de wegen. En ook nog verharde oppervlakte, of de oppervlakte van de zogenaamde steriele gronden. En met steriele gronden bedoelen we voornamelijk parkings, verharde bedrijfsterreinen en dergelijke. En dat valt daaronder. Dus als we deze... Oei. Dus als we deze verharde oppervlakten van die drie kolommen samentellen, en dan hebben we de totale verharde oppervlakte en dan kunnen we dus inschatten wat ook de nodige buffering moet zijn voor elk deelstroomgebied. Ook dat wordt dan verder uitgewerkt in de rapportage. Dan willen we nog iets... iets vertellen over de Vrouwen of Beek of de visie daaromtrent. Dus de Vrouwen of Beek vertrekt vanuit het plateau op de Cuesta en stroomt dan af richting Hoogkamerstraat, vervolgens richting de Gewestweg en komt dan zo richting centrum. Nu, ter hoogte van de Veldstraat is daar een bestaande situatie, een bufferbekken, een wachtbekken. En in die omgeving hebben we eigenlijk twee afvoertakken van de Vrouwen of Beek. Ja, dus we hebben daar enerzijds het oude historische tracé dat richting het centrum van Temse gaat, om vervolgens in de Schelde uit te monden. Maar er is ook een nieuwer tracé. Het is niet zo heel recent, maar het is nieuw aangelegd. Waarbij dat het... ook richting Schelde gaat, via dus de school en dus via de vijver hier richting de Schelde. Nu, dat is ingebuist en het is ook vrij diep gelegen. Hè. Dus ik kom daar straks nog even op terug. Nu kunnen we voor de Vrouwen of Beek kunnen we opnieuw die strategie toepassen. Dus de zogenaamde waterladder. Dus dat we dus zo weinig mogelijk verharding, aandacht voor hergebruik, infiltratie en tenslotte dus bufferen en vertraagd afvoeren. Ook deze strategie kunnen we nu toepassen voor de Vrouwen of Beek. En dan zien we dus dat voor ontharding, dat er daar toch wel heel wat mogelijkheden liggen in het industrieterrein TTS. Dus we hebben daar heel veel parkings, verharde bedrijfsterreinen. Dus daar zijn wel, of daar liggen heel wat mogelijkheden om daar dan aandacht voor te hebben. En dat kan bijvoorbeeld in het kader ook van hervergunning. Vergunning vanuit de, of in het kader van de omgevingsvergunning. Ook voor Temse Centrum. Dus er zijn een aantal parkings die zeker... waar ook enige ontharding toch wel mogelijk is. Ook zijn er een aantal her en der brede wegen waarvan je u kunt afvragen, is dat echt wel nodig dat die weg zo breed is?
Zeker ook in kader van mobiliteit kan er wel gekeken worden of dat er bijvoorbeeld niet eenrichtingsverkeer mogelijk is. En in geval van eenrichtingsverkeer kan er wel een deel van die weg, een bepaalde strook van die weg, kan dan zeker in aanmerking komen voor ontharding. Dus ook daar liggen zeker mogelijkheden. Naar hergebruik toe. Dus ook in het industrieterrein TTS liggen er zeker mogelijkheden voor hergebruik. Dus enerzijds hebben we daar heel wat daken van de bedrijven waar we het hemelwater kunnen opvangen. En dat opgevangen hemelwater kan dan weer aangewend worden. Dus voor bijvoorbeeld koelwater of laagwaardig watergebruik voor die bedrijven afhankelijk van hun productieproces uiteraard. Dan in het Temse Centrum, daar is er zeker ook vraag naar water voor het sportterrein, in het centrum. Omdat daar, hebben we gisteren nog vernomen, dat er heel veel water ook nodig is om die sportterreinen groen te houden. Of eventueel ook zelfs voor kunstgras, om dat dan nat te houden. Dus ook daar zijn er heel wat mogelijkheden rond hergebruik of circulair water. Dan rond infiltratie, dan gaan we terugkijken naar die kaartjes van de net. Dus rond infiltratiepotentieel of de infiltratiestraten. En dus we zien hier de Vrouwenhofbeek, dus die richting centrum loopt en dan... Dus ook nog een groot deel van het industrieterrein TTS stroomt eigenlijk af naar de Vrouwenhofbeek. En dan zien we ook weer de groene kleur verschijnen, waar dus heel wat mogelijkheden zijn rond infiltratie. Dus we zien dat dus bij TTS, we zien dat ook hier in de omgeving de straat, ontbreekt me nu even, de Veldstraat hier ook, de omgeving hier van... de Clivia-wijk en omgeving begraafplaats. Dus er liggen wel een aantal mogelijkheden, zeker om daar ook zeker in te zetten op infiltratie. Dus ook een gelijkaardig beeld als we dan kijken naar die typering van straten, met de infiltratiestraten in oranje kleur. Dus opnieuw TTS, de Doornstraat hier, de Veldstraat en ook weer de wijken zoals ik die er juist heb vernoemd. Dus daar zijn zeker ook mogelijkheden. Dan rond bufferen en bergen. Dus kunnen we eens kijken waar zijn er potentiële locaties voor waterberging in de omgeving of in het stroomgebied van de Vrouwenhofbeek. En dan... is er zeker al mogelijkheid ook stroomopwaarts van de Hoogkamerstraat. Dus de Hoogkamerstraat is hier. Dus de Smestraat situeert zich stroomopwaarts. En in deze omgeving tussen de Smestraat en de Hoogkamerstraat is er ook wel nog ruimte voor extra waterberging. Dan hebben we ook de zone tussen de Hoogkamerstraat en de Gewestweg. Dus hier ook is er... zeker ruimte vlak langs de waterloop, wat nu zowat een parkzone is, waar water zou kunnen geborgen worden door het water plaatselijk daar op te stuwen, kan daar dus extra berging of buffering gecreëerd worden. Dus hier zijn een aantal percelen langs de Vrouwenhofbeek zijn eigendom van de gemeente, wat het ook natuurlijk voor een stuk gemakkelijker maakt. En dan hebben we nog verder afwaarts de Gewestweg. Dus tussen de Gewestweg en de Veldstraat, waar momenteel al een wachtbekken ligt. Ook daar is eigenlijk nog wel extra, of nog ruimte te vinden om eventueel daar nog extra in te zetten, ook op waterberging. Dus ook in... opnieuw in het industrieterrein TTS, ook daar is er nog wel mogelijkheid om aan berging te doen. Dus ook in combinatie met hergebruik.
Soms is er ook, zijn er ook bluswatervijvers nodig. En denken we dat daar ook nog wel mogelijkheden liggen rond een gecombineerd gebruik van dergelijke vijvers. Enerzijds hergebruik, maar ook dus extra buffering om op die manier ook wateroverlast te voorkomen. Dan vertraagd afvoeren, hè, dus het laatste traject van de Vrouwenhofbeek. Dan ja, tussen de Veldstraat en de Schelde. Hè, daar zitten we met die dubbele afvoerweg. Hè, dus het oude historische tracé dat richting centrum gaat. Terwijl ook het andere, het meer nieuwe tracé, of het oostelijke tracé, dat ingebuist is. Ook dat gaat dan richting Schelde. Dus momenteel is het zo dat de grootste afvoer van het oppervlaktewater, dat van bovenstrooms komt, van de Vrouwenhofbeek, dus volgt wel dat nieuwe tracé dat ingebuist is. Het oude tracé wordt soms ook gebruikt, in geval er veel water is. Nu, het oude tracé, ook daar wordt nog steeds ook rioleringswater afgevoerd. Het zij dus ja, gemengd afvalwater of ook overstortwater of soms ook, hè, dus nu reeds afgekoppeld regenwater. Dus het oude tracé heeft nog wel zijn functie. Nu, daar zijn bepaalde stemmen om dat oude tracé, het wordt in vraag gesteld, hebben we dat oude tracé in het centrum, hebben we daar nog wel nodig? Want het vraagt ook wel enig onderhoud, zeker op langere termijn. Maar toch denken we vanuit onze visie voor het hemelwaterplan, om dat oude tracé toch niet af te schaffen, maar dat te behouden. Om alle opties toch nog wel open te houden. We kunnen ook eens kijken of dat daar nog verder mogelijkheden zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan eventueel bepaalde stukken of bepaalde trajecten openleggen, indien mogelijk. Dat is niet evident uiteraard, maar kan toch zeker bekeken worden of dat daar enige haalbaarheid toe is. Voilà, dus we komen aan het einde van de presentatie. Dus de voorlopige conclusies die we nu reeds kunnen stellen, is dat vanuit het hemelwaterplan dat we dus in eerste instantie ook dus een kader maken. Hè. Een kader die ons in staat stelt om een duurzaam waterbeheer voor de toekomst voorop te stellen. Waarbij dat we zeker willen inzetten op infiltratie. Uiteraard, hè, indien mogelijk. Dat moet altijd ook in het terrein afgetoetst worden. Waarbij we dus bijkomend, naast infiltratie, bijkomend willen inzetten ook op berging. Dus ook om daar wateroverlast te voorkomen. En waarbij we ook aandacht willen geven aan hergebruik. En denk ook aan die sportvelden. Wat we nog verder willen uitwerken is ook, dus niet alleen naar de bebouwde gebieden kijken, maar ook naar de buitengebieden, om daar dus ook meer het water vast te houden. En dus we hebben daar momenteel ook grachtenstelsels. Dus vrij uitgebreide, redelijk dichte grachtenstelsels in dat buitengebied. Dus daar willen we ook eens kijken hoe dat we dat water kunnen ophouden. Bijvoorbeeld eenvoudig door middel van stuwtjes. Daarnaast willen we ook nog eens kijken naar mogelijkheden of locaties voor watercaptatie. Om in geval van waterschaarste bij droge zomers, om daar water te kunnen ophalen ten behoeve bijvoorbeeld van de landbouw. Verder gaan we ook nog een aantal specifieke maatregelen uitwerken rond knelpunten die er zijn. Dus dat kunnen knelpunten zijn naar wateroverlast toe, knelpunten qua overstorten, de overstorten van de riolering naar de waterloop. Of ook knelpunten omtrent grachten of waterlopen die op het rioolstelsel aangesloten zijn, wat uiteraard niet de bedoeling kan zijn. Verder willen we ook nog kijken, een aantal suggesties doen rond beleidsvoorstellen in verband met subsidies of anderzijds eerder verplichtingen of verordeningen
of reglementeringen. Hè. Dus die dus de gemeente dan ook in staat stellen om bepaalde maatregelen meer ingang te doen vinden. Ook verder nog meer of aandacht voor sensibilisering en ook handhaving. Hè. Dus, want handhaving blijft toch ook belangrijk. Want we kunnen vooropstellen wat we willen. Hè, maatregelen, acties vooropstellen. Maar als het in de praktijk op het terrein niet uitgevoerd wordt zoals het hoort, dan komen we ook niet veel verder. Dus dat is mijn presentatie. Dus er zijn nu mogelijkheden tot vragen of gedachtenwisseling. Oké, bedankt voor deze uitgebreide stand van zaken. Ik denk een pak dingen die de afgelopen commissies hier in projecten al zijn teruggekomen. En goed dat dat nu in een coherente visie gegoten wordt. Ik ben benieuwd naar het vervolg. Zijn er vragen van de raadsleden? Meneer De Grave zie ik. Alleen meneer De Grave. Ja, aan u het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb gewoon een vraag. Ofwel zit ik verkeerd, of heb ik een andere presentatie als die ik gezien heb. Er zijn sommige punten die ik wel heb. U bedoelt in de Cobra upgeload, ja. De laatste stand van zaken is door Dominique doorgestuurd van het laatste overleg, maar dat gaat niet zo heel veel verschil uitmaken. Maar misschien is het wel interessant om deze nog te delen. Hè. Deze presentatie kan zeker doorgestuurd worden. Ik heb inderdaad een kleine week geleden een voorgaande presentatie doorgestuurd. Maar ik heb de laatste dagen nog verder aan gewerkt en dus meer de presentatie up-to-date gemaakt. Oh, ja. En die heb ik vandaag gegeven, maar jullie kunnen die zeker krijgen. Hè. Dus dat is prima. Ik zal Dank die wel. Overmaken en die kan dan verspreid worden, zeker vast. Goed, dus dat wordt rechtgezet. Nog inhoudelijke vragen? Nee, dank u wel nogmaals dan voor de uitgebreide uitleg. En dan geef ik het woord aan Inge Temmerman voor het laatste punt van deze avond. De visienota ruimte wonen 2022-2040. Goedenavond. Ik ga jullie de visienota voorstellen, Ruimte voor Wonen 2022-2040. Dat is een visie die het college heeft geformuleerd naar aanleiding van de resultaten van de ruimtebarometer. Dus het kadert ook in de voorbereiding voor de opmaak van het beleidsplan. Dus eventjes nog korte historiek. We zijn gestart met de opmaak van de bouwmeesterscan eind 2020. Die is opgemaakt ter inspiratie voor de opmaak van het beleidsplan ruimte. En bevatte een aantal adviezen rond drie ambities. Ten eerste een stedelijke vlinder in een waardevol groen-blauw landschap. Kernversterking met andere accenten voor de twee vleugels en compacte dorpen als poorten naar de Scheldevallei. In een tweede stap is er dan een ruimtebarometer opgemaakt. Die is voorgesteld in de commissie van januari. En die bevatte een analyse van de processen die een impact hebben op het huidige en toekomstige ruimtebeslag van Themse.
Enerzijds had dat, het heeft vooral een kwantitatieve insteek, dus het is een ambtelijk document, het meten van de druk op het ruimtebeslag, waaruit dat de conclusie was dat het in Temse voornamelijk wonen is dat de grootste druk op de ruimte legt. En ook een voorspelling van de noodzaak aan bijkomend ruimtebeslag. En waarvoor dat er een bevolkings- en huishoudensprognose is bekeken die beschikbaar zijn op Statistiek Vlaanderen. Nog eventjes de conclusie kort samenvatten. Tot 2030 is er geen aantoonbare behoefte voor het aansnijden van nog niet uitgeruste terreinen. En zelfs met een verdere doorkijk naar 2040 is er ook geen aantoonbare behoefte voor het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden. Hieraan, dit is het vervolg dat er van gekomen is. Dus de aanzet was dan die ruimtebarometer en de bouwmeesterscan. De conclusie dat we vooral dat bijkomend ruimtebeslag vooral dreigt te ontstaan door de grote aanwezigheid van de nog niet ontwikkelde delen van het woonuitbreidingsgebied. En het college heeft dan begin januari een visie geformuleerd, een voorstel om het bijkomend ruimtebeslag in Temse te gaan indijken. De kwalitatieve afwegingscriteria zijn opgemaakt. Ook de draagkracht en de leefbaarheid van de omgeving is iets dat in het achterhoofd wordt gehouden. En uiteraard heeft dat ook financiële consequenties. En het doel van deze nota is om de discussie over het toekomstig ruimtelijk beleid te openen. Dus het is een aanzet en al een zekere ambitie. Naar de ontwikkelingsstrategie. Eventjes een schema van wat dat eigenlijk zo het ideale scenario zou zijn. Dus een eerste stap is het inventariseren van de behoeften en het aanbod. Dus dat is een traject dat momenteel lopende is. Ruimtebarometer was enkel nog maar gericht op wonen, maar gaat ook nog andere aspecten van de ruimte gaan analyseren. Dan een vanuit de inventarisatie van behoeften en het aanbod zal er een afweging moeten gemaakt worden van waar zien we nog ontwikkelingskansen, welke noden zijn er en hoeveel ruimte hebben deze nodig. Om dan daarna aan de hand van die resultaten een beleidsplan te werken en een benodigd instrumentarium om dat te gaan uitvoeren. De principes die we daar in een ideale wereld voor in overweging nemen, dat is om het bestaande ruimtebeslag beter te gaan benutten, om uitbreiding slechts als uitzondering te zien en om eventueel te kijken of dat er compensatie mogelijk is door bijvoorbeeld bestemmingen te ruilen. Binnen het bestaande ruimtebeslag zagen we dat in Temse Oost dat we daar eigenlijk vooral een zeer lage dichtheid hadden. Grote percelen met eengezinswoningen. Ook uit de ruimtebarometer is naar boven gekomen dat, dat daar wel de potentie zit om de dichtheden te verhogen, ook gezien die korte afstand tot het station. Het college heeft dit verder vertaald op wijkniveau en ziet vooral potenties in de stadsdelen Kloosterwijk, Stationswijk, Hollebeek, Leijzenbroek en Groene Wandeling om daar gaan inzetten op een betere verdichtingsstrategie. Ik wil niet zeggen dat er in die andere stadsdelen, die dan hier in het lichtblauw zijn aangeduid, dat er niks meer kan ontwikkeld worden. Dat is zeker de boodschap niet die wordt gebracht. Bestaande mogelijkheden kunnen nog steeds worden afgewerkt opportuniteiten kunnen benut worden als er een meer kwaliteit tegenover kan gezet worden. Dus het is niet expliciet de intentie om het aantal woongelegenheden te gaan terugdringen in de andere zones.
Dan voor nieuw ruimtebeslag. Dus als er zich nieuwe grote projecten of opportuniteiten aanbieden, hebben we 8 kwalitatieve criteria bepaald. Eventjes om dat zo neutraal mogelijk een gebied te kunnen screenen. Eerst en vooral de planningscontext. Is het gebied ontwikkelbaar op korte termijn? Is het een reservegebied of is er al in het verleden beslist van we gaan het herbestemmen naar een open ruimtegebied? Dus je zal zien, er is telkens een quotering tegenovergezet van ja, dat is een positief afwegingscriterium, een negatief of dat moet nader bekeken worden. De typologie, ligt het binnen een kern of paalt het aan een woonkern? Dat is een positief gegeven. Als het niet kerngebonden ontwikkeling is, dan is dat een negatief gegeven. De overstromingsgevoeligheid spreekt voor zich dat het gebied effectief overstromingsgevoelig is. Dat vrij negatief is voor de ontwikkelingsmogelijkheden tegenover als daar al geen risico zit. Dan ook de ligging ten opzichte van waardevol open ruimtegebied is bekeken. En dan hangt het er een beetje vanaf. Is het ruimtelijk kwetsbaar of niet? Zit het omgeven door open ruimtegebied of is het langs 3 kanten ingesloten? Dus er zijn ook 5 criteria voor bekeken. De bereikbaarheid voor het openbaar vervoer binnen een afstand van 1 kilometer. Dat is een comfortabele wandelafstand. Goed bereikbaar is als we daar dan een lokaal treinstation hebben en 2 openbaar vervoerslijnen. Een gemiddelde bereikbaarheid als we daar 2 openbaar vervoerslijnen hebben. En een negatieve score als er geen of een beperkte bereikbaarheid is, dus dat de mensen eigenlijk vooral aangewezen zijn op die auto om zich te verplaatsen. Zelfde voor de nabijheid van voorzieningen binnen de afstand van 1 kilometer. En dan is er vooral gekeken naar de voorzieningengraad voor het onderwijs. Dus waar dan meerdere scholen binnen een afstand van 1 kilometer bereikbaar zijn. Ook of dat er veel handelszaken zijn voor dagelijkse inkopen. Een gemiddelde voorzieningengraad is dan eerder dat er maar 1 school in de buurt is. En dat er toch ook nog wel handelszaken aanwezig zijn voor dagelijkse inkopen. En een lage voorzieningsgraad is ook als deze functies niet in de onmiddellijke nabijheid van de site zich bevinden. Bijzonder milieu- en omgevingsfactoren. De hoogspanningsleidingen zijn niet zo aangenaam om onder te wonen. Ook als er bijzondere geluidsoverlast, gurende of andere hinder gekend is. Of de erosiegevoeligheid van het gebied. En dan de aansluitbaarheid van het bestaande wegennet. Is het geschikt voor kruisend verkeer bij een dubbele rijrichting? Dus is de rijbaan breed genoeg om er nog extra verkeer op te steken? Is daar de insteek? Al die criteria zijn vrij objectief bekeken aan de hand van kaarten en die zitten dan ook in het bundel. Als we die dan allemaal oplijsten, dus de rechtse kaart, die herkent u waarschijnlijk nog vanuit de ruimtebarometer. Dat is de inventaris van de woonuitbreidingsgebieden die dan nog niet bebouwd zijn en ook de nog niet ontwikkelde woongebieden binnen de ruimtelijke uitvoeringsplannen. En die zijn dan allemaal, die hebben dan allemaal een code gekregen en een score. Ook het aantal woongelegenheden en de MOBI-score zijn er altijd bijgezet. Met deze kaart en met deze score is het college dan aan de slag gegaan. En heeft zijn visievorming bepaald. Dus enerzijds heb je die analyse, die desktop-analyse van de locaties aan de hand van die 8 criteria. Wat dat daar niet in zit in zo'n objectieve analyse, dat is het subjectief gevoel van wat is de draagkracht van de omgeving en wat is nog de leefbaarheid als er verder ontwikkeld wordt.
Dus dat is natuurlijk niet meetbaar. Dat is eerder een gevoelsmatige interpretatie. En dan ook de financiële consequenties van bepaalde beslissingen of toekomstperspectieven. Er is een voorstel uitgekomen, dus er is een keuze gemaakt voor al die opgesomde terreinen. Zien we daar nog mogelijkheden om die aan te snijden op korte termijn? Gaan we het eerder als een reserve behouden voor op lange termijn of gaan we het herbestemmen naar open ruimtegebied? En dit is dan het resultaat van de collegebeslissing. Dus ik zal ze misschien eens eventjes overlopen. De Smeswijk wordt voorgesteld om dit nog niet onmiddellijk aan te snijden. Ook nog niet om te herbestemmen, maar om dat nog binnen de reserve te houden. Voor de Romakkerwijk is het voorstel om enkel nog te ontwikkelen langsheen de uitgeruste weg. Dus de stukken van de Kerkstraat en de Hofstraat, dus de linten, maar om het binnengebied te gaan herbestemmen naar open ruimte. Durmetuin Oost en West, dus Durmetuin Oost, dat is de kant van de Bethlehemstraat, is ook het voorstel om te gaan herbestemmen. Durmetuin West, dat zijn de berkenbosjes, waar dat de Vlierbeek ook doorloopt en waar dat een visie met de Groenpool is uitgewerkt. Ook daar is het voorstel om te gaan herbestemmen. Korte Gewinde, ook het voorstel om te gaan herbestemmen. Dus eigenlijk gans die zuidkant van Tielrode, om daar niet meer verder te gaan ontwikkelen. De zone voor de steenbakkerij, daar is dan wel het voorstel om die steenbakkerij Tielrode, gaat het hier over, hè, is dan wel weer het voorstel om daar toch een ontwikkeling nog mogelijk te maken, waarbij ja, het RIP Tielrode zal daar uiteraard voor moeten aangepast worden. Eens dat we zover zijn. Doornwijk kan ook aangesneden worden. Dat is ondertussen al wat achterhaald, want de verkavelingsvergunning is afgeleverd. Dat was nog één stukje dat nog niet ontwikkeld was. Een derde fase. Sint-Amelberga zitten. Dus daar is ook nog altijd vooruitgang in dat dossier. Dus met het oog om daar een gans nieuwe ontwikkeling te gaan voorzien. Sompershoek Noord, dat is de binnenpot van de Pieter Dirkslaan. Dus daar is het voorstel om daar ook nog te gaan ontwikkelen. En Sompershoek Zuid, dat is wat dat achter de Clemente Lansheerlaan ligt. Voorstel is om daar te gaan herbestemmen, maar dan in functie van de sportvelden. Dus om de sportvelden te breiden. Leijzenbroek Oost en West, dat zijn nog restgronden van ontwikkeling van enkele tientallen jaren geleden. Dus de stukjes die nog niet ontwikkeld zijn, er is ook geen vraag naar, ook geen behoefte naar. Dus daar is het voorstel van dan nog eventjes te temporiseren en te bevriezen. Hollebeekwijk, dus nu zit ik al bij de woonuitbreidingsgebieden. Dus van alle woonuitbreidingsgebieden, Hollebeek, Veldwijk, Oostberg en Appelsvoorde, is het voorstel om ze definitief te gaan herbestemmen naar open ruimtegebied. Enkel het Blauwhof in Steendorp ligt voor om nog te temporiseren en als reserve te gaan houden. Dit voorstel is dan eens terug verder doorgerekend van wat betekent dit nu? Naar de lange termijn toe, naar onze doelstelling om het bijkomend ruimtebeslag te gaan zoveel mogelijk inperken. Dus met dit voorstel zouden we nog 8,4 hectare bijkomend ruimtebeslag creëren. Hebben we nog 19,7 hectare in de reserve behouden. En is toch de ambitie om alvast 53,9 hectare uit het ruimtebeslag, het mogelijk bijkomend ruimtebeslag te halen om dat definitief te gaan herbestemmen tot open ruimtegebied. Dit is dan ook eens verder doorberekend in het theoretisch aanbod. Dus dit zijn ook die getallen die dat terug afkomstig zijn uit de ruimtebarometer.
waarbij dat dan de grootste wijzigingen zitten in de projectzones en de woonreservegebieden, waar dat het aanbod dus zal verkleinen ten opzichte van wat er theoretisch nog mogelijk was. Ook dat verdichten, wat dan niet kan gekwantificeerd worden, omdat dat eerder inspeelt op opportuniteiten en ad hoc vragen. Maar ook dat de focus toch gelegd wordt op dat oostelijke deel van de kern van Temse. Als we dat dan zien naar het aantal, zien we dat die projectzones zijn toch al sterk ingekrompen, vooral de woonuitbreidingsgebieden. Het is enkel nog die Sompershoek Noord die dat ervan weerhouden is. Zien we toch dat nog steeds ruimschoots voldoende groot is, het aanbod. Dat is niet onlogisch, want uit de ruimtebarometer was eigenlijk al de conclusie gekomen dat we eigenlijk naar behoefte geen bijkomende zones niet meer hoefden aan te snijden, dat we eigenlijk volledig binnen ons verdichtingsmodel konden werken. Dus ja, tegen 2040 dezelfde conclusie, dus dat er zeker geen tekort dreigt door het schrappen van al die gebieden. Het heeft ook een impact op het inwonersaantal, want dat zal wel, als dat allemaal op de markt komt, die woningen, tegen die tijd zullen we wel rekening mee moeten houden dat het inwonersaantal wel boven de prognose kan stijgen. Temse is nu eenmaal zeer aantrekkelijk om mensen van buitenaf te doen inwijken. Ook is doorgerekend op de mogelijke impact op het ruimtebeslag. Dus hier, dit is nog een schets uit de ruimtebarometer, waarbij dat het ambitieniveau van de Vlaamse overheid is om tegen 2025 het extra ruimtebeslag te doen dalen met de helft. En om dan tegen 2040 te stoppen met extra ruimtebeslag. Dus als we dat doorrekenen naar Temse, zou dat willen zeggen dat we niet boven de 1700 hectare mogen groeien, als we dat dezelfde ambitie gaan nastreven. Dus als we allemaal die cijfers terug herwerken, dan komt het erop neer dat men 1673 hectare als maximum zouden gaan innemen. Wat dat dan toch kleiner is dan die 1698 hectare. Dus als we dat ambitie, dan gaat Temse zijn ambitie eigenlijk hoger zijn dan die van Vlaanderen, als we dit realiseren. Het heeft ook wel gevolgen voor de planningsprocessen en financiële gevolgen. Om deze visie te realiseren zitten we met toch wel heel wat strijdigheden met ons huidige structuurplan uit 2007. Dat is opgemaakt binnen een andere context. Vooral vanuit een bezorgdheid dat er een schaarste op bouwgronden ging komen, dat de prijzen gingen stijgen en dat er altijd voldoende aanbod moest zijn. Nu, in deze fase merken we dat dat aanbod voldoende is, dat niet meer moet gekwantificeerd worden door bijkomende ruimte in te nemen. Dus voor een aantal van deze zaken te kunnen realiseren, zal wel het structuurplan moeten herwerkt worden, omdat we nu eenmaal enkel maar RUPS kunnen opmaken die dat in overeenstemming zijn met het structuurplan. Het college heeft al beslist van daar nu niet meer op in te zetten om dat al nog vlug te gaan doorvoeren, maar zet in op de opmaak van een beleidsplan ruimte om de beleidskaders dan scherp te stellen en om dan pas de RUPS ervoor op te maken. Dus hier is dan ook aangekruist voor welke ambities hier. Dus dat we nog niet kunnen uitvoeren in een RUP, omdat het structuurplan moet gewijzigd worden. Dan hier is aangeduid van wanneer is een RUP noodzakelijk
om deze visie te gaan vertalen? En dan ook van wanneer zitten we wel mogelijk met de planschadevergoeding dat in rekening moet gebracht worden? Dus de conclusie is dat de nog niet bebouwde delen van het woongebied nog steeds plaats bieden aan minstens 2104 bijkomende gezinnen. Dus dat we daar wel mee boven de prognoses uitkomen, statistisch gezien. Dus ja, dat de draagkracht van de gemeente dan ook iets hoger zal Allee, moet er rekening houden met een hoger inwoneraantal. Dus ja, het is niet zo heel veel dat er daarboven gaan zitten. Ja, toch. Er is dan nog wel geen rekening gehouden met verdichting en reconversie. Dus dat is wel een parameter die heel sterk stijgt. Ik wil het maar meegeven. Dus dat die snelheid kan nog verhogen door het benutten van de verdichtingsmogelijkheden in de oostelijke lop van Themse. Dus binnen deze visie is ook een conclusie dat het mogelijk moet zijn om te streven naar een maximaal ruimtebeslag van 1673,3 hectare. Als we ook die reservegebieden nog zouden ontwikkelen, als we die ook over de grens van 2040 kunnen tillen, dan zouden we op 1653,6 hectare zelfs kunnen stranden. Dus dat is nog een 0,5% minder. Maar hoe dan ook, hier op tafel ligt de voorstel om alvast 54 hectare definitief te schrappen als woongebied of als woonreservegebied. Goed, dank u wel voor de uitleg. Sorry, ik ben nog eentje vergeten. Geen probleem. Ja, eigenlijk het is het niet meer zo heel belangrijk. Het is gewoon eens een tabelvorm. Nog eens weergegeven van ja, voor welke gebieden dat me nog, wat zijn volgens het college de goed gelegen locaties om nog verder te ontwikkelen en wat zijn de slecht gelegen locaties? Ik denk dat dit dan de laatste is. Ja, dankjewel. Zijn er raadsleden die daar vragen bij hebben? Ik kijk even rond. Ik zie meneer De Graven en meneer Kator ook. Ja, Frankie De Graven, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Het is eigenlijk het is wel een vraag. Weet dat de sociale woonmaatschappijen hervormd worden, dat er bepaalde ambities zijn. Als ik hier zie, is hier weinig ruimte in Themse. De meevraag naar de tijdslijn, Inge, van u zegt, we moeten eerst een nieuw beleidsplan opmaken. Dat zal na de volgende verkiezingen zijn die dat maakt. En dan het RUP, dus dan spreken we in een tijdslijn van toch wel enkele jaren, of niet? Ik denk ja, dat klopt. Het is natuurlijk een ambitie om tegen 2040 te eindigen. Ja, hij bijvoorbeeld Lier. Niet met beleidsplan, hè? Nee, met mijn ganse traject naar herbestemming. Dan ben ik al weg. Ja. Misschien even schepen van... Ja, misschien als ik hier kan mag aanvullen daarop. Ja, effectief. Alleen deze legislatuur hebben wij ook van in het begin gezegd, wij bereiden 2040 voor. Omdat we weten dat heel die planningscontext wijzigen, ja, dat heeft natuurlijk zijn tijd. Eerst een beleidsplan, hè, tot hiertoe hebben we... En waarom is dat nodig? Enfin, Inge en Nel kunnen dat veel beter uitleggen dan ik, maar... ik ga poging wagen. Zolang dat je met je oud gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zit, blijft dat uw basis waarop dat je ruimtelijk uitvoeringsplannen moet enten. Dus we moeten dat nieuw beleidsplan ruimte hebben om die aangepaste ruimtelijk uitvoeringsplannen een beter juridisch kader te geven. En vandaar, we weten dat dat lang gaat duren, maar we hebben van in het begin van deze legislatuur gezegd, kijk, we gaan die voorbereiding naar 2040 ook serieus nemen. En ik moet zeggen, ik denk dat wat Inge heeft laten zien, zowel de vorige commissie als deze commissie, dat dat toch wel om te beginnen een zeer prachtig werk is. En dat dat ook die ambitie duidelijk al naar voren brengt, de richting waarin dat we dit schip nu proberen te sturen. Maar dat tijd gaat vergen, dat klopt. Nu, wat betreft sociale woningbouw, daar zit in die beleidsvisie, hebben we dat voor een stuk, want ik denk trouwens op een vorige gemeenteraad is al aan bod gekomen.
dat wij ergens in die visie ook wel meepakken. Ze zit nu op 10,4 of 10,5, afhankelijk van welke bron dat je raadpleegt. Maar dat wij boven het bindend sociaal objectief van 9 willen blijven. Vorige keer is ook gezegd, als we deze cijfers, als die waarheid worden, dan zakt dat percentage, ik dacht 9,3, 9,5, ergens aan die. En dan zitten we nog altijd boven dat bindend sociaal objectief. Dus wil dat zeggen dat er niks van sociale woningbouw niet meer kan? Nee, want bijvoorbeeld de Somperzoek Noord, dat zal waarschijnlijk sociale woningbouw zijn. Hè? Het is ook zo, dit voorstel doet geen uitspraak van moet het sociale wonen. Dit is eigenlijk gewoon een ruimtelijk verhaal van waar. Het verhaal dat ik wil brengen is vooral van hoe kunnen we zo weinig mogelijk ruimtebeslag gaan bewerkstelligen. Maar of dat dan nu voor een gewone woning is of voor een sociale woning, die prognoses maakt er op zich niet vooruit. Maar het is natuurlijk ook een visie, de sociale woonmaatschappij, als zij nog willen ontwikkelen, dat we ook diezelfde afwegingscriteria van waar is het nog goed ontwikkelen en waar... kunnen we nog sterker verdichten? Dus dat, er zit ook wel... Allee, ik vraag alleen, een RUP, hoe lang, als er nu een is dat je nodig hebt om echt te ontwikkelen, blijft hij in Dijskast of dat het gemeentelijk uitvoeringsplan gemaakt wordt? Of kun je zeggen, ja, wij werken er wel aan. Want Amalberga, ik weet niet of dat daar RUP al klaar is, dat ken ik allemaal niet. Of wordt dat ook bevroren door te zeggen, ja, dat zit niet in... Nee. We kunnen RUPS maken voor zover dat ze in overeenstemming zijn met het structuurplan. Dus het RUP van Amalberga, dat is een opmaak, dat is lopende, dat is ook kernversterkend. Dus op zich is dat niet strijdig met de principes van ons beleidsplan. Wat dat wel nog strijdig is, en de RUPS waar ik hierover spreek, dat is van woongebieden te onttrekken aan een harde bestemming en om er een zachte bestemming aan te geven. Dat zijn nog de strijdigheden die dan nu zitten met structuurplan en nog een zekere fasering geeft vanuit het verleden. De lange termijn, dat was toen, wat gaan we doen, tussen 2012 en 2017. Hè. Dus tegen dan moesten alle woonuitbreidingsgebieden ver aangesneden zijn. Dus het is daar, om daar vanaf te geraken, om die RUPS te kunnen opmaken voor herbestemmen naar landbouw, naar bos, naar natuur, naar groen, naar park, wat dan ook, dat men dat beleidsplan gaat moeten afwachten. Ja. Dus bijvoorbeeld het voorstel van Tilrode, de steenbakkerij, waar je zegt, ja, daar zijn nog mogelijkheden, dat moet wachten op het nieuwe. Ja, dat klopt, ja. Goed, meneer Katoor. Ja, proficiat voor het werk. Beter dan in het wilde weg gaan. Of uur in mesure, bepaalde woningen, woongebieden aansnijden. Dit is een mooi plan. Maar ik merk toch dat u nogal veel belang hecht aan de druk van buitenaf om meer woningen in te richten, omdat er nu eenmaal veel mensen zijn die graag in Temse komen wonen. Ik zou me daar niet veel van aantrekken. We zijn niet verplicht om daaraan toe te geven. Denk ik toch niet. Hè? We zijn toch een autonome gemeente en als we zeggen stop, het is genoeg geweest. Ik denk aan de presentatie van mevrouw, dan is het echt genoeg geweest. Hè? En ik zie nog altijd in de conclusie dat er nog 275 gezinnen boven de prognose 240 kunnen bijkomen. Dus eigenlijk ben ik op dat vlak een beetje teleurgesteld dat men toch nog toegeeft aan meer ruimtebeslag. En ik merk ook dat de hete aardappels worden doorgeschoven naar de volgende legislatuur. Want er moet nog heel veel gebeuren alvorens dat er een definitieve herbestemming gebeurt. En ik zie daar in die slide met hoofdstuk 12... dat daar dus 4 gebieden zijn waar een mogelijke planschade op rust, onder andere, of met name Roomakker, niet uitgeruste weg, dus de binnenpot van Roomakker, de Durmetuin, Korte Gewinde en Somperzoek Zuid. Dat gaat dus een bom geld kosten en dat wordt dus nu doorgeschoven naar de volgende legislaturen. Zo begrijp ik het toch. Hè? En dan concreet voor die Roomakker, er was sprake van, dacht ik, 160... Ik weet niet of het juist is, 160 wooneenheden in het oorspronkelijke plan.
Nu gaat je alleen de zone aan de buitenkant aansnijden, omdat daar een uitgeruste weg is. Hoeveel blijven er dan nog van over, van die 160 wooneenheden, concreet in de Roomaker? Heb je daar al een idee van? Ja, die eerste vraag is natuurlijk een beleidskeuze van hoe ver gaan we nog groeien? Mag er nog iemand bij komen in Temse? Dat is natuurlijk beleidsvoering. Ik bekijk het puur ruimtelijk. Roomakker waren 116 woningen 116. Voorzien volgens het RIP. Als we kijken, ik ga niet zo fel kunnen inzoomen. Het gaat niet zo duidelijk zijn. Die uitgeruste weg. Ik kan eens proberen of ik kan inzoomen, dat het een beetje duidelijk is. Ja. Dat is bitter weinig, hoor. Want dat heeft zo van een U-vorm. En dus de stukjes dat dan de... Dus dat zullen nog een paar woningen zijn. Een paar. Gaat er maar een paar minder bouwen. Nee. Een paar dat er nog kunnen. Zes. Schepen van Rossum, ik zou mij wat dat last betreft nu niet direct op het exacte getal. Het is de grote orde, dus dat kunnen zes. Dat kan er misschien acht zijn, afhankelijk van welk plan dat er komt, of misschien maar vier. Nu, wat dat betreft zijn we ook wel met initiatiefnemers in onderhandeling, kan ik u zeggen. Wat betreft die eerste vraag, die indruk van buitenaf, ja, dat is inderdaad, ik begrijp de vraag wel. Dat is natuurlijk een moeilijke vraag, want... Dat zou kloppen, die redenering van ja, je moet geen rekening meer houden met wat er van buitenaf komt. Als je bijvoorbeeld ook een beleidstoel had om te zeggen ja, we gaan onze gronden voorbehouden aan de mensen die in Temse wonen. Want dat is de kritiek die wij soms ook wel krijgen. Van ja, ik kan zelfs niet meer op mijn eigen gemeente, en zelfs tot op deelgemeenteniveau krijg ik die kritiek. Hè, van ja, ik woon hier heel mijn leven in een bepaald dorp. Mijn kinderen willen hier ook wonen, maar die krijgen hier de kans niet meer. Dus dat is dus een zeer moeilijke discussie. Ik begrijp de vraag, maar je gaat hoe dan ook... niet tegen kunnen gaan dat mensen van buitenaf, en als dat kapitaalkrachtige mensen zijn, ja, gaan die de grondprijs natuurlijk wel doen opdrijven. En gaat dat bijvoorbeeld ook ten nadele van mensen van binnenuit kunnen gaan. Dus ik denk dat hier een oprechte poging is ondernomen, en dat is de vorige keer ook uitgelegd door Inge tijdens de woonbehoeftestudie, om het zo te zeggen, van kijk, we hebben geen ambitie, laat dat duidelijk zijn, om te groeien naar, ik weet niet welk getal, 35.000 zal dan de volgende speciaal getal, we zijn nu de 30.000 gepasseerd, maar dat daar gewoon van een soort natuurlijke groei, gezinsverdunning, ja, daar moet ook rekening mee houden. Tegenwoordig zit men met, verbeter mij, 2,2 personen per woning ongeveer, terwijl dat vroeger naar de 3 liep. Dus ja, ook dat heeft zijn effect. Er wonen gewoon minder mensen per woning op een groter... eenzelfde oppervlak wordt gewoon door minder mensen bezet op dit moment dan pakweg 30, 40 jaar geleden. Dat zijn effecten die meespelen. Wij weten ook, we hebben ondertussen, denk ik, allemaal kennis genomen van de prognoses bevolking van het Nationaal Bureau voor de Statistiek naar 2080 toe, zowel qua levensverwachting, want dan spreekt men al, dan gaan die verwachtingscijfers al richting de 90 jaar. Komt hier misschien minder aan bod, maar bijvoorbeeld ook rond oudere voorzieningen, daar gaan wij ook rekening mee moeten houden. Maar er zit nog altijd wel een zekere groei in de bevolking, alhoewel dat ik dacht dat die op een gegeven moment ging beginnen aftoppen wel. Maar ze is er nog altijd wel op dit moment. Dus dat zijn wel dingen waar je als gemeente moeilijk kan zeggen, ja, we sluiten hermetisch onze grenzen af, dat er hier niemand niet meer binnen kan. Maar het is een beetje de natuurlijke organische groei die we nog wel willen toelaten, zonder echt de ambitie te hebben om daar bovenop nog iets extra aan te trekken. Dus de echt grote projecten, laat ons eerlijk zijn, tenzij misschien dat er ooit... Misschien die in Smeswijk nog eens bijkomt, maar de echt grote projecten. En op de steenbakkerij, Tielrode op termijn. Maar dat zal het een beetje zijn, vermoed ik. Allee, ja. Dus ik weet, dat is dan meer een politieke discussie, dat is dan minder een administratieve of een ambtelijke discussie. Maar dat is de insteek die wij tot hiertoe daarin genomen hebben vanuit het college. Ik denk dat je wel kort door de bocht gaat door te zeggen dat wij... alles afsluiten. Hè. Er staat in de conclusie van Inge Timmerman dat er geen rekening is gehouden met de verdichting. Dus daar moeten we het in zoeken. Hè. Verdichting en renovatie. En niet in het aansnijden van
van gronden die niet bebouwd zijn. Raf, ik zei net dat we niet hermetisch. Ik zeg net dat we niet kunnen hermetisch afsluiten. En dat je inderdaad verdichting en renovatie, dat is wat er te straks ook aan bod is gekomen. Hè. Dus dat is bijvoorbeeld, want staar u daar effectief ook niet blind op. Wij laten effectief nog wel toe dat als in Temse, ik zeg maar wat, 3 oude woningen kunnen vervangen worden door bijvoorbeeld 7 appartementen. En het is eigenlijk een vrij concreet voorbeeld, dan nog uit de sociale woningbouw. Maar dus dan laten wij dat ook toe, als dat ervoor zorgt dat bijvoorbeeld dat op een kwalitatieve manier is, dat daar kwaliteitsverhoging voor de omgeving is. Ik heb u het verhaal van het appartement met extra verdieping genoemd, waarbij dat we ontharding als voorwaarden hadden opgelegd. Dus daar willen wij gerust nog wel op inzetten. Maar niet iedereen wil... Ja, niet iedereen wil natuurlijk op een appartement in het centrum wonen. Hè. En er zal altijd wel nog een markt zijn die graag in een open bebouwing op de buitenwoont eraf. Dat weet jij zo goed als... Ja, dat weet ik wel. Mensen willen dat allemaal wel graag, maar er is een beleidsplan en we hebben de... Maar als jij het juist gaat, gaat het platgooien en teruggeven aan... Dat doe jij ook niet. Ik doe dat ook niet. Daar gaat het niet over. Hè? Ah ja, maar nee, daar gaat het wel over, want dat is het terugdringen... Ah ja, dat zijn de dingen waarover dat inderdaad, we wonen allemaal graag in onze eigen omgeving. We hebben daarvoor gekozen, ik begrijp dat ook wel. Maar dat er nog een zekere druk is. Maar we proberen die druk effectief met dit plan binnen de perk te houden. We proberen dat voor een stuk een halt toe te roepen. Gaat dat zijn invloed hebben op de grondprijzen? Dat zal de komende jaren ook nog. Wat dat betreft denk ik dat we naar situaties gaan, gelijk als in andere landen ook al staan, dat je zelfs met langdurige leningen gaan lopen, die misschien zelfs over generaties gaan. Dat is mijn persoonlijke gevoel. Ik hoop dat het niet komt, maar ik vrees dat... We kunnen als gemeente niks aan doen. Nee, daar zijn we het over eens. Goed, zijn er nog verduidelijkende vragen? Nee, bedankt dan Inge voor de presentatie en het harde werk dat er aan vooraf ging. Vooraf was er 1 variapunt al doorgestuurd door raadslid Lambert en dat is ook voorbereid en Wim Verrekent zit al heel de tijd te wachten om dat te mogen vertellen. Dat ging over een stand van zaken van het trage wegen, dus we gaan dat wel uiteraard laten duiden door Wim. De rest kan al eens nadenken of zij ook nog variapunten hebben. Wim. Ja, goed. Zet uw micro. Excuseer, verstond ik hem niet. Nee. Ik moet toegeven dat ik me een beetje aan het opfretten was, dat ik inderdaad speciaal voor raadslid Lambrecht of Lambrechts naar hier gekomen was, die dan in corona of whatever toet er niet toe heeft geen corona, maar hij is ziek. Doet er niet toe wat? Eigenlijk is dat ongepast dat we zijn ziekte bespreken. Excuseer, dat is niet. Maar het is inderdaad waar. Ik kom met plezier naar commissies, naar gemeenteraad, whatever. Maar ik zit hier inderdaad al met enkele uren op vergaderingen waar ik alles al van weet. En uit respect voor raadslid die iets vraagt. En iedereen weet dat ik een grof bakkes heb en dat ik heel graag uithaal naar de volledige gemeenteraad. Dat is noods de paus in Rome. Ik moet me zeer inhouden om mij niet kwaad te maken. Ik vind het totaal ongepast. Dat zijn gewoon uren die verdoemd worden, die voor een andere zaak kunnen gebruikt worden. Dit is mijn persoonlijke inbreng. Alleszins, ik leg het met plezier uit aan de rest van de commissie. Je hoeft niet te gaan lopen, ik ga geen vuur spuwen. Goed, de vraag van raadslid Lambert, was van inderdaad van update, trage weken aanpakken, doelstellingen, et cetera. Die is eigenlijk nog altijd hetzelfde als bijna 20 jaar geleden. Maar ik wil het met plezier uitleggen en ik wil het ook in een drafje doen om het kort te maken. Swat. De fusie voor 77 of 74, ik wil zelf vanaf zijn, dat elke deelgemeente hield zijn eigen voetwegen bij. Deelgemeente Tilrode was er een krak in om zoveel mogelijk voetwegen open te houden. Deelgemeente Elversele was er een krak in om die zoveel mogelijk dicht te leggen. Dat is geen verwijting.
vanaf de jaren 80 zijn er twee verenigingen aan de slag gegaan, Braam en Onstreven, om daar iets aan te doen. En vanaf eind jaren 90 hebben we een voetwegenplan. Ik begrijp dat jullie moe zijn en dat het een late dag al is. Waar zijn we mee begonnen? We hebben twee plannen gemaakt. Enerzijds inventarisatie voetwegen, wandelwegen, de stand van zaken van eind vorige week, vorige eeuw. En we hebben dan een ontwerp gemaakt van wandelwegen waar dat we naartoe willen. We hadden twee soorten wandelwegen. Enerzijds de wandelwegen die niet meer gebruikt werden en die we vonden dat konden afgeschaft worden. Anderzijds wandelwegen die niet meer gebruikt werden en die we wouden dat open werden, omdat die zinvol waren. En we hebben er een soort equilibrium, een soort evenwicht in proberen vinden. Samen met de mensen van de natuurvereniging, samen met de gemeenteraad toen, samen met colleges, samen met alle actoren, landbouwers, natuurverenigingen, wandelverenigingen. Zowat, en met een beetje gepaste of ongepaste trots kunnen we zeggen dat we eind vorige eeuw dat we zaten aan een 17 kilometer voetwegen en dat we op 20 jaar gestegen zijn naar 27 kilometer voetwegen. Is dat iets om super trots op te zijn? Niet echt. Op 20 jaar tijd dan spreken we inderdaad over een halve kilometer per jaar. Maar uit 60% aangroei is wel iets waar dat we in de Vlaamse omgeving een van de koplopers zijn. En dat wordt vaak vergeten. Iedereen kent hopelijk onze trage wegenkaart die gebaseerd is op de stafkaart. Maar ja, op de achterkant verschillende routes. Wandelknooppuntennetwerk, en dat is Hugo die dat uit zijn koker heeft laten komen. Je hebt sowieso de trage wegen en je hebt dan verhaarde, niet verhaarde wegels, smal, breed. Oei, ja, het marcheert toch. Het staat er allemaal op aangeduid. Ik ga echt wel heel snel erdoor. Verhaarde, niet verhaarde wegels. Alleszins, het mag zelfs een graswegel zijn, het is een voetweg. Voilà. Dus dan, en natuurlijk, op de wandelkaart staan ook de bestaande wandelroutes, die er toen aanwezig waren. Intussen hebben we gigantisch veel meer wandelroutes. Het internet helpt ons, RouteU helpt ons ook natuurlijk. Voilà. En alles is gekoppeld aan het fietsknooppuntennetwerk, het Vlaamse fietsknooppuntennetwerk. Voilà. Oké. Okay. Bewegwijzering van voetwegels, dat doen we samen met VZW Trage Wegen. De oude namen hebben we opgezocht en vonden we geen oude naam. Dan hebben we die samen met de werkgroep zelf uitgevonden. We hebben een groene haltewandeling die start aan het station en van busstation tot bushalte tot aan de Velle geraakt en dat je zo terug geraakt. Ik wil het graag verder uitleggen. We werken met wegspotters, dat zijn mensen die ons helpen om 4 keer per jaar de voetwegels af te wandelen en die ons dan via GPS-foto laten weten waar dat de problemen zijn en wij lossen die dan op. Ik wil dat graag langer uitleggen. Op onze website, op onze Facebook staan alle wandelingen en zijn er gigantisch veel, ook met QR-codes die te gebruiken zijn. Wij zoeken, want het is natuurlijk een dure affaire, wij zoeken naar inkomsten, vaak via plattelandsontwikkelingsprojecten. We krijgen ook subsidies van de Vlaamse overheid voor bewegwijzeren, voetwegenplan. En vaak zijn we er niet trots genoeg op. En Hugo zegt dat vaak tegen mij. Van, als je iets goed doet, moet er mee uitpakken. Wij doen dat te weinig. We staan eigenlijk, en het is echt wel zo, op Vlaams niveau, op een vrij hoog niveau. We zitten in de top 10 van de gemeente die het best scoort op het vlak van de gemeente. We zijn inderdaad een pionier. Wij noemen het voetwegenplan. Tegenwoordig is het trage wegenplan. Wij hebben erkenning vooral buiten de grenzen en het grappige is dat we die binnen de grenzen minder hebben, maar dat is normaal, hè? Ik bedoel, Arno is in Frankrijk ook beter bekend dan in België. Ik vergelijk mijn eigen niet met Arno, want ik stotter ook wel, dat is waar. Oké. Dus wij mogen regelmatig ons verhaal gaan doen bij provincie, bij Vlaamse overheid, zelfs in Nederland onlangs zijn we perfect, zeker niet. Heel veel vallen en opstaan, maar we mogen er wel trots op zijn. En dat wordt vaak vergeten.
VZW Trage Wegen bestond nog niet, dat wij ons plan hadden opgesteld. En wij zijn uitgenodigd om, doopvond noem ik het dan, bij de start van Trage Wegen, van hoe moeten we die VZW opstarten. Hetzelfde geldt van het Vlaams, Oost-Vlaanderen heeft een subsidiereglement uitgewerkt. Wie hebben ze gevraagd? Ons. Wij, Temse. Dat is echt wel iets om super trots op te zijn. En dat klinkt peutonozel. Wij proberen 100 meter per jaar open te stellen en dat noemen wij een succes. En bij elke meter die we openstellen, hebben we gemakkelijk 10 centimeter tegenwerking. Hugo is aan het knikken. Ik noem maar een voetwegel in Elversele, waar we nu mee bezig zijn, waar we al 2 processen aan onze rekker hebben. En natuurlijk, ik snap wel, als oppositie dat zegt, het gaat niet rap genoeg. Maar zelfs ik vind dat niet rap genoeg goud. Mijn mensen vinden dat niet rap genoeg goud. Maar het is een enorme inspanning om die elke meter open te krijgen, om te gaan praten met mensen ter plekke te gaan, om een schop naar haar kop te krijgen, maar achteraf dan ook weer het respect te krijgen. En dat is een pluim naar de landbouwers. Heel vaak, als je met de landbouwers aan de slag gaat, dan krijg je een positieve reactie van, leg hem daar, doet dat. Leg hem schuin over die akker, leg hem langs de rand van die akker. We hebben gigantisch goede ervaringen, zowel met mensen die de voetwegels open willen, als de mensen die ze willen afgeschaft hebben. Maar dat evenwicht proberen we te houden. Ik hoop dat ik niet te lang gepraat heb, want het is inderdaad al pokkelaat. En ik hoop dat ik vrolijker was dan in het begin. Zijn er nog vragen, dames en heren? Bedankt, Arno Verreken, voor deze uiteenzetting. Go! De raadslid De Rijbel heeft nog een vraag. Geen echte vraag, maar toch bedankt, voorzitter. Ik wil toch even benadrukken dat hetgene hier werd voorgesteld een perfecte weergave is van de realiteit. Wij genieten nu niet dag in dag uit, maar toch regelmatig van het mooie netwerk dat wij hier ter beschikking hebben in Temse. Dat is inderdaad een mooi voorbeeld. En ik wil toch begrip opbrengen voor de frustratie die daarnet werd geuit. Ik denk dat zeker de bedoeling moet zijn dat raadsleden vragen kunnen aanbrengen die dan in een commissie worden voorgedragen of die worden beantwoord. Maar het is misschien in het kader van de agenda toch interessant om te zien of het haalbaar is om dat ook nog erbij te nemen. Niet tegenstaande dat dit onderwerp zeer interessant is, maar het mag dan ook zijn forum krijgen en de nodige tijd om dat te doen. Niet tegenstaande dat dat heel goed en duidelijk werd weergegeven. Dank u wel. Dat wou ik horen. Goed, bedankt Davy voor die toevoeging. Nog iemand vragen of andere varia? Nee, dan wens ik jullie allen te danken voor de aandacht en behouden thuiskomst en hou het nog steeds veilig. Dan kunnen we in de lente genieten van vele terrasjes en knuffels. Daar kijk ik al naar uit. Ik ga niet direct knuffelen, Hans. Dat eigenlijk zelfs tot het laatste verhaal, ook al heb je het heel snel moeten doen, ik ben er heel blij mee. Ah, dat is goed. Ik wel. Het maakt ook deel uit van het verhaal, hè. Trage Wegen. Ja, zou ik toch dat op een andere manier ons verplaatsen, hè. Ja, en er is nog zijn, maar er is zoveel. We hebben nog een vertellen. Ik vind het verhaal van uw collega. Ja.